Maar, dus je hebt geen last van de product. animal stories of Nee man, honderd, ik, ik heb geen last die daarvan. Die boy's man. draaien geen cijfers of zo. Nee man, zeker okay. niet man. Zou jij nu. Okay, maar niet, maar, maar, zou ze mijn landen landen de Nederlandse zien van? nu op dit moment zonder animal stories kunnen leven of niet? Of maken hun zo'n dusdanige impact dat je zegt dat hun nodig zijn? Ja, maar daarom zijn ze goed. Nee, maar ik stel nu een vraag toch? Ja, nee, maar, maar ik, ik stel nu Geef antwoord op mijn vraag. Dat is een stomme vraag. Vinnie. Krem de la, krem de la, krem. Zie ik als mijn map ties. Dus die mannen die zijn down, niet dat we Oh yo, de podcast gaat weer beginnen man. Ik heb last. Heren, heren, heren. Ah, we zijn nu weer. Bakka. We zijn er weer man. Ik heb het gemist. Bakayoko. Lang geleden dat ik dit gezegd heb man. Twee maanden. Moeten we het eigenlijk nooit meer doen man boys. Het Is, effe Lange, is kinderachtig. He? Man. Bizar. Het is kinderachtig. Maar we zijn terug met episode. 25, Oets bedoelt tjauwa. Huh? Oh. Hebben jullie er zin in, jongens? Let's go! Ik huh? dacht je zou wel met iets beters komen dan ciao. Ik wil echt niks anders <laughs> van dan man, dit was het man. Geen tjauwa, Ik heb go ge nee, geen Google <laughs> Wie staat bekend Volk op nummer 25? ciao, ciao. Fuck, dat was 5 5 tjauwa, tjauwa tjauwa, tjauwa tjauwa. Tjauwa. Tjauwa goed man, net geen bankus, snap je? Ik hoor je. Maar goed, we zijn zo lang weg geweest, laten we even een kleine recap doen. Want er is op zich best wel veel gebeurd in ons afwezigheid, maar ook weer niet. Mm -hmm. ja, want Spotify was op vakantie, dus mannen oh, waren ja. opeens ook op vakantie. <laughs> maar ik ben wel benieuwd van... Nee, voordat ik daar kom trouwens. Want hey, doe niet dom, we hebben een special gehad met BL. Een special, een Hoe is het bij jullie geland? Ja, mag ik beginnen? Ja, doe maar. Ja, wij waren natuurlijk kort daarna naar Londen gegaan. Naar Wireless Festival. En het was in Nederland gewoon aan de het ontploffen. hè? Het bom wel, hè? Het was een kleine bom die we hadden achtergelaten. Overal werden we gereposed. Uh, en werd over ons gesproken. Ik kreeg appjes binnen. Maar ze waren me aan het bellen van: Noor, ik ben het niet eens met jullie. Noor, ik hoor jullie. Alles werd besproken, man. En hm. Dida was wel gewoon in de fields. En hij gaf ons ook nog meer juice, je weet hm. toch? Nee, Wauwde. de podcast was uh, geslaagd, man. Voor mijn gevoel. Zeker, ja. man. Hoe heb je dat, papa? Crazy, man. Ja, toch wel. ja echt. Maar je ziet die impact van, van heel, die, heel die special was, was niet normaal, was immens. Maar je kan gekke cijfers draaien, dat is één. Maar de impact die we hebben gemaakt met die special, met de topics, de, de onderwerpen die we hebben aangesneden, dat slaat echt letterlijk nergens op. Dus je, zeg maar, als je kijkt naar die kant wat je net al zei, van iedereen bijna heeft wel een shared post met ons gedaan. We uh, zijn op de radio benoemd. Dus waar praten we over, man? Nee, dat, dat die, die impact is niet normaal ook op straat. Elk festival waar ik in de zomer was, werd ik aangesproken mm. erop. Uh, in Londen zelfs. Ja, 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 deel. Wireless. Dus Dus wat oh, je yeah. zegt van ja, positieve dingen, hele, hele, heel veel positieve dingen. Ook, weet je, toch, sommige mensen die het niet eens zijn, sommige mensen die willen bedreigen, ook nog. Dus, <laughs> ja, <laughs> toch? Sommigen zijn het echt niet eens, die komen met bedreigingen en zo, zoeken mensen met platte neus. Maar, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, maar hij, al net al super, super goed ontvangen, man. En uh, ik denk dat het ook belangrijk was dat we met die zijn geëindigd. Dat die gewoon zijn tijd heeft kunnen, kunnen, kunnen hebben. En uh, nu is het on to the next. Maar hoe, super, heb, jij, hoe heb jij het? Uh, echt? Ja, namelijk was ik met Jenny in Londen toch. Dus het was wel echt van: oké, okay, dus het was super veel rasje. Omdat ik moest ook nog natuurlijk die special in elkaar zetten, die edit, alles. Toen, je weet toch, hij kwam online en dan was het van twee dagen daarna en ging hij gelijk naar Londen. Dus het was een major rush. Um, maar ja, die online, zeg maar, de haat en lobby, die lijn was zo Ja, 100. <laughs> Maar ja, genieten man. En zeg maar, sowieso een special <laughs> SO naar Ems en Jer. Gewoon, hoe sportief ook, snap Zeker. je? Want veel mensen denken, dat, weet ah, hey, toch, we proberen ze te zakken of zo. Maar weet hey, toch, we hebben ook in overleg met ze van, yo hey, boys, gaan we deze show droppen? En 100. ze waren ook aan voor die heat. Dus het is niet dat wij per se op zoek waren naar, sens naar sensatie of zo. Maar het was wel een topic van... De Game wil hierover praten, wat want je gaat genoeg mensen hebben die eens zijn, maar ook genoeg mensen die oneens uh, zijn met die topic. Dus uh, dat was het, maar ja, voor de rest sowieso een hele domme special. En ja, ik ben gewoon benieuwd naar seizoen 3 man, gewoon weer een paar gekke nou, specials. Heel ja, ja. Nog, een, nog een kleine, nog een kleine om, om die van BL af te sluiten. Mocht er een, uh, een hip hop show uitkomen, hebben we een kleine 5%. Eh, dan, 5? 5.20. Ja. <laughs> Snap je, maar goed. Er is natuurlijk veel meer gebeurd nadat we gone zijn geweest. Wat is voor jullie het meest blijven hangen man? Laat me jou eens aankijken, want je was net geweest, je weet hoor. Wat mij het meest is blijven hangen dan, zeg ik is heel de run van Frenna man. Gewoon die domina van hem heel deze zomer. Ja, dat verdient echt een applausje man. Dus Heel de Pink Summer Movement, wat hij heeft gecreëerd. Je ziet het, weet toch? We zijn zelfs, mm. zelfs beïnvloed. Yes, maar gewoon zijn album is crazy gaan, weet toch? Uh, er komt nog een deluxe aan, dus we, we wachten op de deluxe. Maar dat sowieso nog. We He moeten het, het even In nog eens doen. We we als hij duiken. niet met een huh? deluxe kwam, dan hadden we het zeker ja, dan was gedaan, het nog. Maar, maar het uh, lijkt nog even veranderen. Dus, dus, dus we tijd op die. Maar voor de rest, ook als je ziet wat hij met, met Seven Fest neergezet. Super dope festival. Ik denk dat hij het weer heeft overtroffen van de, zeg maar de vorige edities heeft overtroffen. Mm. Ja, dat, dat valt mij het meest, is mij het meeste opgevallen, man. Dus sowieso big shout-out naar de highest. Zeker, man. Bij jou? Voor mij zijn er niet per se projecten of grote dingen opgevallen. Ik heb gewoon vooral tunes die ik denk ik de afgelopen tijd een soort van in een rotatie heb gedraaid. En ja, wat ze zei, we waren naar Londen, we waren met Breit en met Screw. Weet je toch, die mannen hebben hem op. Op Ghana gezet. Ah, dus Ghana nee, sure? Mandel. Jezus, we hebben Ghana Mandel Binnenkort raastaas. Mm. <laughs> dus ik heb echt. Ghana heb ik heel veel gedraaid. Zijn laatste, laatste album, One Over One. Mm. En sowieso Kaya, man. Waarheen? Is echt mijn tune. Um, Shep heeft laatst gedropt. Eens niet. Goeie, goeie, goeie tune. Zeker. En uh, shout out naar J More Live, man. Voor uh, zijn trek. Uh, yoga? Yo, ga ja, Hij is een sterke tekst. Hij is goed bezig. Goeie, man. Ja, ik had sowieso... Voor mij was het echt belangrijk van... Hey, je weet toch, ik investeer heel veel in deze podcast. En die, tekst, dus die vakantie was belangrijk. Dus ik heb niet heel veel naar hip hop echt geluisterd. Uh, dus de tunes die me wel zijn bijgebleven... Sowieso Kans. Met, uh, Constant Mo. Constant, Constant Mo. Mo. ja. Dom. Zo. Zeg maar ook uh, wat die hij de... heeft gecreëerd nu in Nederland. Oh, want... Je ja, zou altijd wel een discussie hebben van wie was eerst. Maar ik denk wel dat hij sowieso de eerste was met Nederlandse samples dus, flippen. Wat vind je die serieus? Snap ja, je zeggen dat? Dus, uh, ja, ik heb nu meerdere artiesten voorbij zien komen die nog gaan droppen met die sound. Dat moet nog uitkomen, maar Ersona kan sowieso voor dat. Um, en die tune van Machario met JoJo R. Oh. Ook. Oh. Met <laughs> ons zijn balletjes. <laughs> ja. Ze komen allebei stabiel. Ja. Ik, ik zag ook een film waar ze soort van uh, in de studio waren. Waar ze mm. tegen elkaar waren. Maar ze hebben heel veel tunes samen. Yeah. tegen elkaar. Maar op deze, daar op heb, deze, ik jou deze geslagen. heb ik jou sowieso yeah. geslagen. Op deze heb ik jou geslagen. Ja, maar dat is mooi mm. om, om je te zien. Toch, van, die competition is wel daar. Zo hoort het. Het is friendly fire. Maar uiteindelijk ben je daar wel een ja. rapper voor. Ja. Je moet nooit denken mm. dat je me gaat versnellen op die tune. Dus dat man. Dus ja, dat zijn wel de twee tunes die mij het meest zijn bijgebleven. En ja, ook gewoon veel wat jullie zelf al hebben gezegd. Maar er is natuurlijk nog meer gebeurd, want die mannen van ons hebben een concert aangekondigd. Equals in Spang. concert. in fucking Annabelle Bakker. Hé. Is het thuis Gimma ook, hè? Gezeil. Moest al ja, lang. Moest al lang, man. Nee, genieten, man. Ik, ik wist natuurlijk wel dat het al een tijdje speelde, maar het speelde ook veel achter de schermen. Dus toen ze het eindelijk hadden aangekondigd dacht ik: yes, dit moest inderdaad al lang. Wow. Dit en ik hebben sowieso heel veel met ze meegemaakt als tourmanagers. Dus we hebben zoveel clubs met ze gezien en we zeggen al jaren van: boys, concert, come on. Dus um, ja, ik ben blij dat ze daar eindelijk werk van hebben gemaakt. En ja, joh, Rotterdam moet daar zijn, man. Wat? Annabel, thuiswedstrijd, kamer. Als op het moment dat de mensen uit Dam meer aanwezig zijn zeiden Rotterdam is het probleem. Ja, dat hebben we niet dat jullie niet welkom zijn en ontketenen, maar Rotterdam. Rotterdam moet wel united zijn, man. Want ik kan me nog een show herinneren, was volgens mij bij zo Oranje, toch? Smartie, half uur show man. en het was niet genoeg. Mensen wilden meer, 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 meer. Dus ik denk wel dat ze die vibe weer kunnen creëren, omdat ze vooral heel veel nostalgie hebben. Ja ik denk wel dat ze van men mensen hun zomer hebben gemaakt vooral als je kijkt naar 2016 17 18 ja die clubtunes van ze waren natuurlijk major fire dus ja volgens mij wanneer is het 21 of 23 november ja man klopt dus uh, ja man vooral, vooral dat van wat wat je vaak hoort van artiesten die een show geven van het verschil is dat ze nu letterlijk een kaartje kopen voor jou snap je van ze komen nu voor jou dus ik denk als je met die mindset erin gaat dat je heel veel meer kan doen dan als je geboekt wordt voor een visser. Dus ik denk dat vooral Equals dat kan doen, omdat ze zoveel bangers hebben. die je, die je standaard doet. Ja. Maar nu, juist in een concert, kan je heel veel tunes juist doen die je normaal niet doet. Dus ik denk dat daar heel veel energie en heel veel aandacht ook naartoe moet. En dat je echt de liefhebbers, de echte fans van Equals heel veel gaat moeten geven. Ja. Zeker, man. Wat maar je, zou jij willen horen dan? No? Die, die soort van. So, ik maar, als fan oh, oh, oh. dat niet voor de hand liggen. Ja, dus dan nee, maar dat ze, hij zei dat toch: ze, kunnen, ze hebben die ruimte om tunes te horen. Als liefhebber de drie tunes die ik zou willen horen. Um, ja, sowieso Oezie van Bis. Oh, dat is een nee. van, dat is, nee. van wat ik al eerder een keer heb gezegd. Wat die man kan zo goed rappen. Hij maakt die club tunes en hij brengt het super goed. En Weet toch, als je goed luistert, af en toe brengt hij een paar gekke bars die men onderschat. Maar door de bepaalde tunes die Equals, gewoon de sound die Equals heeft, wordt niet standaard belicht hoe goede rapper hij is. En op Uzi hoor je echt duidelijk dat hij echt een hele goede rapper is. Dus ik denk dat Uzi echt kwijt zou kunnen gaan. Een andere classic voor mij, Driver. En dan moet, het is verplicht, Scarry moet pull op. Scarry moet pull op man. Snap je? Dat gaat epic zijn. Um, ja en als derde go to met Em's man Allee, go to. Uh, als ik die hoor ik ga Barry, ik ga schreeuwen ik ga gek doen man <laughs> kan jullie wenken, man boys dat, dat is was echt een van mijn tunes man Belangrijk. Dus die drie man jij mm, ja omdat we natuurlijk super lang met de anderoods zijn geweest moet ik wel eerst helemaal bakken gaan en dan zeg maar in het begin was die tune inderdaad naast een bij bij so nice en drive was wel voor mezelf, Voor mezelf. Nee, dat zing je for for me cellen. Me cellen. Hey, niet. Maar uh, <laughs> <laughs> um, daarnaast wil ik sowieso Feelings horen met Aiden. Die, mm, Aiden, hoe je de naam so. spreekt. Is, is, die tune is different voor mij, man. Die is van oh, de jongens yeah, van, van Havenstad. En als laatste van hun uh, laatste album ook So Shy, man. So. Met Vigo. Met Vigo so so ja. Die is zo'n reden, tune. En ik denk wel dat het, zeg maar, concerten zijn wel echt het moment dat je zulke oh, tunes wel kan uitlichten. Dus Shout out naar nou, voor die door, beat ook, man. man. Ja, doe niet dom. Jouw top 3 dan? Ga ah, denk ik niet zo diep als die van jullie, maar sowieso uh, let op je keg met Moula B. Echt Moula B. Don't worry. Ja, ja, gek. En uh, Love Song. Hey. Dat zijn mm. wij, dat zijn Francis! Wij ja. Ja, love ja. Francis. Uh, je, man. Nee, ik heb er echt zin in, man. Zeker, man. Dus hey, in, man. koop je kaartje, doe niet gek. Rotterdam, we zijn in de building. Um, voordat we naar de favoriete singles gaan, laten we nog een klein beetje wat actualiteit bespreken. We gaan het proberen vaker terug te brengen, mm. om je you toch know, de dingen te bespreken die niet in dept per se moeten. Maar. Dat is gewoon praat met mijn me, man. Pa. We hebben vandaag gezien een gekke trailer. Mm. Is Ran mm. getekend nee. bij Top -notch. Ja, Man, wat ja. vind je ervan? Ja, ik vind hem een soort van wel een onverwachte uh, signing of zo. Nee, ik heb niet nee. verwacht dat hij een guy was die per se zichzelf zou laten signen bij een, uh, bij een major of zo. Uh -huh. Dat had ik niet zien aankomen. Maar ik denk wel dat het kan werken, man. Want je hebt natuurlijk bijvoorbeeld de samenwerking Lijpen en, en uh, Top Notch. Dat heeft mm. ook heel erg gewerkt. En ik denk dat Yves ook wel iemand is. Die heel veel investeert in zijn muziek, dus echt in het muziek maken. Maar die daaromheen wel wat marketing en hulp kan gebruiken. Dus ik mm. denk dat dit wel een hele goede samenwerking kan worden. Want Yves is wel iemand die heel veel dropt. Yep. En, maar vaak komt het gewoon ineens. Het komt gewoon en dan zegt hij ineens: Van ja, ik kom nu met twee albums dit jaar. Mm. Terwijl hij zit geen marketing achter. Dus ik denk dat er heel veel meer uitvalt halen. Ik denk wel dat Topnotch een goede partij is om dat te kunnen doen. Ik hoor je, man. Zeker. Yeah. Ja. Ik zie, ik zie geen, geen, zeg maar, kans op mislukking of zo bij dit, man. Maar ik zeg van... Maar is al een kant-en-klaar product. Mm. Wat if, hij heeft al zoveel dingen gedaan. Dus je weet ook wat voor persoon hij is. Wat voor muziek hij maakt. Mm. Dus dat weet je allemaal al van hem. Dus bij hem is het meer van precies de punten die je opnoemt. Dat zijn, zeg maar, de zwakke dingen. Van, oké, okay, hij is niet fully met die marketing. Hij dropt gewoon zijn muziek. En nu heb je gewoon een team die je daaromheen kan inzetten die dat wel juist kan doen ja. en dat hoeft niet heel outgoing te zijn, nee, maar dat is gewoon kijken van wat niet. heeft het nodig en dan zet je dat weet toch in werking. Dus ja, ik zag hem inderdaad ook niet echt aankomen. Iets was je toch gewoon independent vanaf het begin al en ja, maar ik denk wel echt dat dit gaat werken. Maar ik denk dat nee. dit hem wel, want we hadden het laatst toch over van hoe kan je bepaalde artiesten naar die next level krijgen? Zeg maar van hm. wat heeft het nodig? En ik denk dat dit die motor Honderd, is, zeker. dat dit die motor is. Van, ja, man. Oké, okay, weet je, toch, blijf gewoon je kracht, blijf je dingen doen. En wij doen de dingen die jij niet wil doen, da daar zorgen wij gewoon Zeker. voor. Hè? Dus ik denk dat het, dat het, zeg maar, in deze fase van zijn carrière in ieder geval, dat het gewoon echt wel gaat werken. Man. Zeker. En ik denk ook, zeg maar, los van wat er al gezegd is, dat, um, zeg maar, zulke moves, ik denk op dit moment ook veel meer sens maken voor topnotch. Ja. Dat je van, je hebt inderdaad iemand die al op zichzelf een major bus kan creëren. Uh, en dat je dan gaat kijken in een samenwerking... van oké, okay, hoe kunnen we dat nog vergroten? Snap je? Mm -hmm. Letterlijk wat je zei... de volgende teken van... hoe kan je hem echt daar krijgen? Dat er niet meer getwijfeld wordt van... is hij ja, überhaupt een A-artiest ja, ja, of niet? Ja. Mm. dat je dat zij er uh, omheen gaan zorgen van... Uh, wat maakt Yves, weet toch? Uh, qua promo, marketing, content, et cetera. Dus ik denk zeker dat het kan werken. Uh, maar ja, het moet blijken, man. Ik denk op het moment dat het in een model is van... Hij heeft gewoon alles zelf gedaan. Snap je? Want als ik zeg maar kijk naar hoe het vroeger ging, bij de allergrootste artiesten, dan van je levert gewoon je album aan, uh, af, zeg maar. En je weet het, toch? Laten ja, we het vanaf hier fixen. In plaats van dat er nog een ER moet zitten van ik denk ja, dat dit kan werken, enzovoort. Nee, en ik denk, dat en ik niet, denk, dat denk dat niet dat, dat, niet dat hij nee, die mo heeft. Snap je wat ik bedoel? Dus van hij heeft gewoon zijn eigen visie van, yo, dit is wat hij gaat doen. En wat gaan we dan? Bouwen aan? Jullie ja, Dat ja. bedoel ik juist met, waar, waar hij is al een kant-en-klaar product. In de zin van, hij heeft wel al zijn strepen verdiend. Dus hmm. ik denk niet dat er een projectmanager of iemand bij TN nu gaat zitten en gaat denken van, oké, okay, we moeten bepaalde dingen nog veranderen. Ja. Stijf, dus je zit met hem als E&R in de studio, jong boy. Ja, snap je? Dus <laughs> je legt hem ineens uit van, ja, pa, dit is niet iets nieuws. Gaat je echt aankijken ben dus ik, ik denk zeg maar, omdat hij al zoveel <laughs> dingen heeft gedaan, gewoon dat... Je weet wat je van iets kan verwachten en hoe hij als persoon is. Oh, nee. Precies dat. dat die man. dingen allemaal niet gaan gebeuren. Dan en Precies zeggen. dat laatste wat je zei, wat je kan verwachten en wat we kunnen mm -hmm. verwachten. Zijn album is Zeker. af, ja. dus we gaan het bespreken pa. Coming Op het moment soon. dat hij online is, we are here. Of kom mm. langs, kan ook. Je weet toch? Dat is mogelijk. Man. Je bent welkom. Snap je? <laughs> um, en dan de laatste. Um, ja, Kendrick heeft aangekondigd <laughs> <laughs> <uitvonden lacht> dat hij halftime Super Bowl <laughs> gaat doen. Gek man, verdient. Vind je? Ja, la, laat me het zo zeggen. Tot nu toe was het meer dat. Het, 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 de, zeg maar de, de hip-hop-artiesten die daar kwamen, waren meer de oldschool, de echte de legends. De, de Dr. Drees de en zo. En dus in die zin niet. Maar als je kijkt, van er is niemand die een grotere momentum heeft. Of die, die zeg maar meer heeft gepiekt dit jaar dan Kendrick. Dus in die zin. En los van, los van dit moment, als je, als je het breder trekt, ook wat JC zei. Hoe puur hij in hip-hop is en hoeveel hij invested is. Vind ik het wel een logische set. Hm. Ja, ik was sowieso vandaag op trends, dus. <laughs> ik gaf wel aan dat. Uh, dit was eigenlijk wel Lil Wayne's moment. En veel mensen waren het niet eens. En dat snap ik ergens ook wel van. Hij is op dit moment niet super aan of zo. Um, maar het is wel van. Op het moment dat Lil Wayne een moment moest krijgen. in zijn eigen hometown, dan was dit het. En hij heeft ook echt gelobbyd hiervoor. Hè. Meerdere interviews van. Hey, als ik dit mag doen, alsjeblieft. Tuurlijk, ik wil dit zo dit graag. Dit wist ik niet eens. Ik dus, wist het ook niet. dus daarom was dit zeg maar, voor de hand liggend van. Bro, mm. op het moment dat die man op een gegeven moment begint te Biggie bijna. van ik wil daar zijn, gun die man. En het hoefde echt niet alleen te zijn of zo. Snap je? Je had het met een andere headliner of drie headliners kunnen doen. Je met Young Money kunnen poolen op. No. Dat, maar zeg maar, het maakte voor mij sens in zijn hometown. In een andere foto maakte het voor mij geen sens. Dus ik dacht wel van: oké, okay, dit is zijn moment. Um, en dat staat los van Kennen. Ik denk sowieso, want zeg maar, wat heel veel mensen vergeten: ik hoor heel veel takjes nu van. Um, door die Drake Beef staat hij daar. Nee. Maar we moeten niet vergeten dat hij sowieso een van de beste live-shows ever nou, heeft. als mm. hip -hop -artiest, hè. Dus hij gaat sowieso leveren qua visuals, qua performance, qua alles. En ja, als hij ook nog eens nat like ass gaat doen. Nou, nee, ik hoop het is niet. Het is ik denk dat hij bij Drake show misschien de gekste poel op had, man. Ja. De, broer, die poel op sloeg nergens op, man. Boer, hoe hij zo mee, met al die mensen om hem heen kwam. Ja. Nee, dat ja, is zijn hij sowieso een different andere. life. Dus ja. zeg maar, los van de shenanigans van dit jaar. Hij, zeg maar, als je moet kijken naar hip -hop -artiesten, Want het is sowieso moeilijk voor hip -hop -artiesten om daar te staan. Dan moeten we wel naar Kendrick Look. Oh, nee. nou, dus, nee, maar kijk, wat je ik zei. Wel... Kijk, ik kijk het meer naar. Hij is genomineerd of, nee, ook, Hij is nu gekozen en verdient hij het puur. Ook, gewoon hmm. dat stukje. Dat was mijn take. Maar ik wist dit niet van Lil Wayne, man. En als je nee, zegt maar van hé, dat, die hometown. Dus dat dan dat geef mij. ik je 100 procent. Dat dus het zou was ik echt niet van zeggen, dat, man. Ik Kendrick niet Absoluut wel. Fijn, ik ben een Kendrick en een Drake manager. Maar het was wel meer die. Als je Ga die interviews terugkijken hoe Lil Wayne tankt. over wat het voor hem betekent. Ja, om in zijn eigen hometown het te kunnen doen. En als je dan dit. volgens mij had zijn manager ook gereageerd. Een beetje tja, weet je toch zuur. Maar ja, het is Libby, man. Ah, ja, je moet zo zien, dit is een beetje wel. Oké, okay, van. Dit is soort van op dit moment denk ik de Walhalla qua shows wat je kan hebben in hiphop, toch? Nee, het is bij hiphop gewoon überhaupt. Ja, uba, ja, maar het is nu Muziek een hiphop ding aan het worden of geworden, nee, toch? Nee, niet eens man, zeker niet. Hoezo, Asher was de laatste hè? Ja, hiphop, hop Daarna, Daarvoor was Rihanna, nee maar het is zeker geen hop Tory hè? Als je naar de laatste tien kijkt, je nee, hebt alleen... maar, nee, maar niet de laatste tien, maar gewoon de laatste Dus oké, okay, hiphop, R&B, dan een beetje dat zeg maar, gewoon die mee. Maar dat bedoel je, je... Rihanna, Asher. Ja, maar dat je ja. Shakira. Nee, man, is nee maar dat is weinig weinig daarvoor, het is bijna hip-hop. Dat is daarvoor. Ja, maar dames als je naar de laatste. Maar ik wil als je, kijkt, je dan is naar de laatste. Rihanna, Rihanna is toch hip-hop, man. Come on. Nee, maar niet per se hip-hop. Maar fuck, je hoort wat, wat ik zeg toch? Het is geen Madonna. Het ja, is geen Madonna. Dat bedoel ik. Als we nu ja, zo toch willen doen. Maar in ieder geval, zeg maar voor de black community en toch maakt net hoe je het wilt noemen, muziek, dan is dit wel wat je zou willen. Dus ik toch, uiteindelijk wil iedereen, en volgend jaar is het weer in, een ander, in iemand anders hometown, moet je het dan aan die persoon geven. Nee, maar het is ook niet hometown gericht, dus daarom, want die discussie kreeg ik ook. Het gaat er mij niet om, want ze doen het bijna nooit in de hometown. Nee, maar Toen dat is op, wat je zei over 3, dingen, Maar voor mij is het meer van, dit, is, dit was eigenlijk het enige moment dat het sens zou maken voor Lil Wayne. Snap je wat ik bedoel? Ja. Van ja, anders zou je nooit denken aan Lil Wayne. Want er staan tien doezoen eigenlijk artiesten in de rij nu, die het beter zouden invullen. Maar dus dat, dus dat, was het enige. Maar goed, we gaan het mm -hmm. zien. Kendrick, je gaat. Ik heb hoop blast. dat hij geen Nat Like As gaat doen, maar. Die kans is Klein. Dat hij dat niet doet. Misschien past hij nog zijn lyrics een beetje aan, maar hij gaat hem sowieso doen. Het is onmogelijk dat hij die tune niet doet. E-miner. Spannend doe geloof me. <laughs> dat dan gaan we naar de favoriete singles, jongens. Bij wie mag ik beginnen? Mag bij mij beginnen. Yoeshoep. Praat met me dan, Vigo Gang, Vigo moet ik zeggen. Vigo Entertainment, ze zijn weer bakken. Moet ik zeggen, Vigo. En ja, in samenwerking met uh, die en Dior, een track Jongin Jong van O ja, ijzersterke track. Man, en ik zag die track twee maanden geleden, denk ik, op, uh, op TikTok. Mm. Had uh, Dior een post geplaatst van, yo, tech Vigo Gang, ik moet hier een verse op zeggen. En ik hoorde die hoek mm. en ik hoorde meteen van: Dit is een banger. Maar ik heb wel vaak bij TikTok, heb je vaak wel die mo, dat je een track hoort. En dat wanneer hij echt uit is, dat je denkt van: Ja, mm, mm, wat was dit het, zeg maar. En, uh, maar ik zag nu al de afgelopen weken, zag ik verses voorbij komen van Dilysa, verses voorbij komen van Dior. En toen dacht ik van: Ja, dit, dit kan niet misgaan. Surdy. en Ja, toch? Surdy. En. Ja, toen kwam die tune uit, man. Gorso toe. Hoe hij die hoek flipt. Die... Oh, oh, oh. Nee, deze guy... Hij is anders, man. Zijn hoek zijn... Bizar, maar En wat ik heel tof vind is dat... Um, deze track voor Dior en is Een soort van... Op hun skin is geschreven of zo. Heb ik, heb ik het idee. Los van dat de beat... En de snelheid van de beat... Heel goed bij hun past. Heb ik ook wel dat... Die lijst, hij heeft die rol gepakt van die... Zoals van die Brulja-vriendin. En Dior heeft die rol gepakt van die lieve vriend, zeg maar. Mm. En dat vind ik, ja, man, trek is ijzersterk. Iedereen komt keihard, inderdaad. Man. Toch? Goeie tune. Ja, Toen. zeg maar, wat ik heb. Ja, die man. S different. Zeg maar, wat die zo goed maakt. En ook zeker met deze tune, maar ook met de, de eigen tunes. Is zij kan zo goed uh, muziek maken vanuit emotie. Ja. Snap je? Zij weten op, op het moment van oké, okay, ik moet zo'n emotie catchen, ze levert het, man. Ja. Je? En het is zo relatable voor zowel vrouwen als voor mannen. Van, je herkent ja, die situation, ja, echt, snap je? 100. Van hé, hey, toch heb je er al van Wij die dingen <laughs> <denkt> van hé, hey, <laughs> laat me je telefoon zien. Dat je denkt van ja, man. En zeg maar, ze is zo hongerig. Voor mijn gevoel was het echt van. Die boys hadden daar gebeld van... hé, hey, we hebben hier een tune, wil je erop? Dat ze zei van... hé, hey, weet je het zeker dat ik hier ook Want ik ga iedereen jang En dat heeft ze ook echt gedaan. Ja, man. Ja, ja, man. Zij ze laat ruimte op, voor man. niemand. Ja, en, zeg maar, want ik had die tune in een playlist gegooid van... oké, okay, laat maar even kijken wat allemaal uit was gekomen. En ik luisterde die tune. En toen die klaar was... toen was het van... op een gegeven moment van... Hey, volgens mij staat Dior ook op deze tune, yeah. toch? So. En hij had niet per se een indruk achtergelaten van. zoals die lijst deed. Dat ja, wat ja. ik bedoel. En toen ging ik terug en zei: Oh, this is your first. En hij komt sowieso gewoon steady. Maar. Het ligt meer aan die lijst dan aan hem. Het ligt enerzijds sowieso aan die lijst. Maar anderzijds heb ik ook volgens mij dat het niet in dezelfde studio is opgenomen. Dus de first klinkt wat doffer of zo. Maar ja, zeg maar, hij is in een soort winning streak. En dan weet je van, alles wat je doet, verandert in go-to. Ja. En dat ah, is wat je zegt, hij is gemaakt voor deze tune. Je ziet dat. het ook op TikTok. Mensen, hé, toch, maken omikinos op, op die sound. Dus zo uh, dus, so naar hun twee sowieso. En dan even een stap weer terug naar Vigo. He, he. Mm -hmm. Snap je? He, he Eindelijk, man. Van Ik heb het gevoel dat ze gewoon weer baka zijn van... Ze maken gewoon muziek die ze echt leuk vinden. Ja, want... Ze hebben weer plezier teruggevonden. En ja, wat ik waarschijnlijk vaker ga zeggen, maar... Ik hoor het wanneer artiesten, zeg maar, struggles op de achtergrond hebben. Ja. Dan ben je in personal life, je wordt ouder. Weet je, ze kwamen zien binnen als Young, young Bakkeroos, 16, 17, 18. Ja, je bent nu 4, 5 jaar verder, dus je ja. wordt volwassen. En dan is het wel altijd een struggle tegen de sound die je hebt gemaakt. En samen waren we succesvol, wat gaan we nu doen? Dus ze hebben heel lang gestruggeld daarin, maar het is weg omhoog. Toen ja. Drie ton binnen ja, één week. Oh, deze tune oh, ja. is different, man. Ik heb wel BDS nog een vraag man. dan voor jullie. En dat is wel, zeg maar, wat sluit een beetje aan op wat je allemaal nu zegt al. Is wel van, figo is al zo lang, zeg maar, sinds, sinds hun debuut. En ze hebben pieken en dalen gehad. Maar wat hebben ze nu nodig om wel echt definitief die stap te maken... en echt volledig door te breken? Man? Waar, waar ligt het bij hen aan? Wat hebben ze nog nodig? Wat ik zei, man. Gewoon doen waar je plezier in hebt. Gewoon laat alles los. Cijfers, succes vanuit het verleden. Ga gewoon tunes maken en op het moment dat dat met lobby wordt gemaakt, dan ga je zien dat het ook met lobby wordt ontvangen. en inderdaad op zoek ook op het moment dat je een FT zoekt, de juiste FT's van ja, deze FT's waren dat perfect. Uit, heb je, domnaar. zeg maar dit is wat jij ook zei, een sound wat die lijst ook zelf had kunnen maken ja. en Dior ook zelf had kunnen maken. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. En op het moment dat ze dat nu inzien, hadden ze eigenlijk dit al lang moeten doen. Want zeker. ze hebben al dit soort tunes gemaakt in ja, het verleden. Zeker. Maar ze zijn toen opeens gaan switchen naar om in dingen Kom, dat niet echt hitten, maar waar het je hit met me, de wind. Broe, zeg maar wat, wat ik, want ik, ik zat laatst met jou in de stuur alleen en we hadden toen een gesprek erover. En ik ging toen even opzoeken. En volgens mij is de oudste van hun nog steeds 22 jaar. Dus je moet nagaan hoe fris hun nog steeds zijn. En dat hoor je gewoon ook in de sound die hun maken. En de mensen die hun aantrekken. Want als ik kijk soort van naar de video's die worden gemaakt, zijn het ook allemaal jongens, jonge meisjes, jonge, uh, jonge jongens. Dus hun zijn gewoon voor een hele grote groep zijn hun ook gewoon nog super fris. En ik denk gewoon dat ze daarop moeten inspelen en niet meer kijken van uh, wie met wie kan ik samenwerken uit soort van de a-lichting, ja. maar met wie kan ik samenwerken uit dezelfde lichting waar ik zit qua leeftijd en waar kunnen we samen groeien? En dat zie je dat het gewoon werkt man. Dior, Dilaysa. Ja, maar het is wel zo van, zij kwamen zeg maar toen zij doorbraken was die lichting waar waar we het nu in principe over hebben, was ze nog niet. Ja. Snap je? En Bijvoorbeeld een Dior die lijst. Toen ze echt net doorbraken. waren zij nog niet nee. wat ze nu allemaal hebben gedaan. Nee. Snap je? Dus het is wel veel breder voor hen geworden. om uit hun eigen vaatje nu ja. te kappen. Dus nu is het wel wat makkelijker. om die link te zoeken met gelijken. in plaats van naar boven nee, te kijken. Nee, zeker. Maar ik denk dat Dior die stap ook heeft gemaakt. Toch? Want we ja, is natuurlijk hij samen met Chief alweer. gekomen. En mm. Dior was ook aan het. een beetje aan het. in het begin aan het vissen. in die vijver, in de A-vijver. Die lichting is zo gewoon. Maar dat, dat is niet jouw Die lichting, lichting was al. Dat is mm. niet jouw lichting. Snap mm. je? En hij heeft die stap gemaakt van. Time. ik ga naar die lichting. Qua leeftijd daaronder en die wel gewoon soort van in hun lichting de A zijn. En je ziet wat daaruit is gekomen. En hun moeten dat ook gewoon doen, Nou, ja, man. Spang. Laten we door naar de volgende single, man. Dit, hè? is je favoriete single, man. Spang. Dan gaan we naar Elephant, man. Mm. man. boys. man ja, boy. Ja, 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 Gekke tune, man. Woody man is ja, een man. van mijn favoriete rappers, man. Nee, toch, no cap. Ik zeg het gewoon street met chest. is een van mijn favoriete rappers. Alleen die man is niet altijd constant geweest, consistent geweest. Dus ja, weet je toch? Hij dropte altijd gekke verses op, op mensen hun tunes. Mm. En nu is die man gewoon bezig met een gekke streak, man. Eindelijk. Dus ik ben nu benieuwd wat hem dit gaat brengen. Ik heb er alle vertrouwen in. Die man heeft in mei een tune gedropt. Uh, Shoutout out trouwens naar uh, Shando op de beat. Hij heeft in juli weer een tune gedropt. En nu is het derde dan Daily Brood En. Voor mij was dit wel het enige stukje wat hij nodig heeft om, zeg maar, wel groter te worden en zelf als rapper. Want ik kreeg meer het gevoel bij hem dat hij dit gewoon lauw vond en erbij deed, zeg maar, met, zeg maar, met een, een SBMG. En daarna zat, zit hij in die crew van Henky. zeg maar. Dus hij zit daar gewoon bij en hij, toch, hij heeft gewoon talent. Hm. En nu pas neemt hij het serieus. van Oké, okay, ik ga hier zelf wat mee doen. Ik wil mijn eigen mannetje staan. En hij is het aan het doen, man. Het werkt. Dus het is niet meer dat hij alleen een verse gooit op Una na. Nou, of dat hij een gekke verse gooit op uh, Niet Meer. Of die Bar for Bar Challenge. Hij is nu bouwen aan, aan zijn eigen Empire. Hij is zijn eigen tunes. Dus zijn nu drie tunes in een aantal maanden uit. Ik ben benieuwd wat hij dit jaar nog meer in petto heeft. Maar dit is wel een van mijn favoriete rappers, man. Lang. Ik hoor man. Ja, wat ik zeg maar met Ellie-fan heb is. Um... Hij is sowieso echt strong, man. En deze tune is ook gewoon heerlijk. Dus ik sluit me sowieso aan bij alles wat je hebt gezegd. Ik denk zeg maar wat voor hem een hele moeilijkheidsgraad is. Is dat hij was ook onderdeel van SBMG. Mm -hmm. Snap je? En uh, als je kijkt naar die, die, eigenlijk die virale 101 bar sessie waardoor ze betekend waren. Man. Hij was daar ook. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Oenana ook. En op het moment dat je kijkt naar Oenana. Er staat SBMG, maar niet fietering. Uh, Neville, ja, hij zat toen gewoon in SBMG, man. Ja. Ja, en ook als je ik ging naar die uh, uh, description zeg maar kijken, zijn naam staat er niet bij. Dus je moet het weten van oh die guy is al vanaf daar broer, hij is al van promo bro, hij mm. heeft een promo, snap nou, wat ik bedoel. Dus hij is echt van die tijd ja. en hij heeft altijd nog wel meegedaan. Je weet het, toch, hij staat op hardwork pace af, ja. uh, hij staat op dansen met SBMG. Dus hij is altijd meegegaan, maar hij heeft in die tijd nooit wat voor zichzelf gecreëerd, snap je? en ja, dan kom ik weer inderdaad bij hem ook terug van ja, ik weet niet wat er gebeurt in zijn Libië, dus ik weet niet wat die downvallen of is of in ieder geval de dingen die zijn gebeurd waardoor hij niet heeft door kunnen trekken. Maar hij is in principe een doorgewinterde artiest, maar niet met die status. Ja, Snap je maar wel aan de streets. De streets knows. 100. Snap je van, hé, hey, die guy is vanaf daar en hij is gevaarlijk. No, no. Maar het is voor hem nu wel inderdaad om consistent te worden van. Wat moet ik nu doen? En ook denk ik wel dat hij meer moet gaan beseffen van wat komt er nog meer bij kijken om artiest te zijn, snap je? Want ik heb wel bij Ali Fenn, als ik naar hem luister, van ik vind je koude hart als je rapt, maar ik ken je niet, ja. snap je? Ik weet niet wie jij bent. En dan heb ik niet per se erover dat ik moet weten hoe je Liby eruit ziet, heb je jeans of whatever. Maar ik weet niet eens of hij vato is buisje, ja, snap je ja, wat ik ja, bedoel? Ja, oh hey, kan ik om je lachen? Dus Is de een guy om mee te aangaan ofzo, snap je wat ik bedoel? En dat zijn wel van die kleine dingen die Belangrijk. mee kunnen helpen om wie is Ellie van als artiest. Dus dat is wat ik nog bij hem mis. Maar het is wel lastig als je kijkt van wat je zegt. Hij komt uit de groep, uit het collectief. Ze waren eerst met z'n drieën of me meerdere uiteindelijk. Ja. En uiteindelijk hij is toen eruit gegaan of ze zijn verder gegaan verder zonder hem. Ja. En als je het dan, zeg maar, maakt niet uit hoe gefocust je bent of wat dan ook, maar op het moment dat jij nu verder wilt gaan, ben jij een solo artiest. En dat is wel echt heel zwaar. Op het moment dat jij het eerst altijd in een groep deed, en nu moet je het opeens zelf gaan kicken. Dus dat is een extra moeilijkheidsgraad wat er al bij komt. Kijk, maar het is niet. Die andere, onmogelijk. Hebben, die andere boys hebben het ook gedaan. Ja, BKO heeft het ook gedaan. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Ik zeg alleen dat er een moeilijkheidsgraad nee, bij komt dat Maar zeker. dat mag geen excuus zijn. Ja. Dat is wat ik probeer uit te leggen. Als je een soort van. Wat hij wat verre zegt, Als je het echt zou willen. Dat. Dan zou nee. het en geen ook excuus zijn. als het zijn. Een paar jaar geleden. Maar Ik ken hem ook niet persoonlijk of wat dan ook. Ik weet ook niet. Ik weet alleen. Ik vind ze poppen Daarom moeten we toch focussen op dat wat wij zien. Nee, maar het gevoel wat ik krijg ik zeg maar naar hem kijk ja, hoe hij heeft bewogen en hoe hij beweegt, is het wel van hij nam het niet juist zeg maar. Niet, weet nee. toch, hij ging er nooit echt voor. En nu pas krijg ik het gevoel dat hij wel ervoor wil gaan. Van, weet toch, hij dropt nu consistent. Hij is ermee bezig. Hij schiet clips. Dus nu pas krijg ik het gevoel dat hij wakker is van oké, okay, laat me hier wat echt weet toch, gewoon wat mee doen. En ik heb dat nog nooit eerder bij hem gehad. Dus hm. dat is in ieder geval wat ik denk. Weet je toch, ik weet het niet zeker. Ik ben benieuwd, benieuwd. Sowieso nog een special Esco naar chauffeurs op Anflique, man. Wat? Je leest je omstreken in. Yeah. Op heb die, you're keer you're keer die man heeft zoveel one-liners, sketchy yeah, phrase. Dat, dat oh, is, man. Nee, man. is niet normaal. Ik kom niet eens uit maar ik heb die bar zo vaak gebruikt. <laughs> maar deze keer Damsco weer één. Hey, vind me in Adam of omstreken, ja, weet toch? Belangrijk. Dat dus, uh, dus shout-out naar hem. je? Wat jouw tune, manpa? Oeps, bedoel Blaka, man. Mm. Geen yes. drill meer. Ja. Man. The man is back. Zeker, man. Echt. Zeg maar, wat ik met Blaka heb, is dat hij... Er zijn zoveel randzaken om deze kei geweest. Ja. Snap je? Dan was hij moslim geworden. Toen heeft hij gezegd, ik ga geen drill meer maken had weer een actie met fik dus zeg maar zijn grootste probleem is bijna altijd geweest dat hij super luid is wat geen probleem hoort te zijn maar het geeft wel super veel druk met zich mee nou, snap ja, zeker, je zeker. en die druk heb ik zo lang bij hem gevoeld van je weet volgens mij niet zo goed wat jij wil manpa en dan heel de tijd vecht hij tegen zichzelf van ik heb gezegd ik ga geen drill meer maken dus ik ga nieuwe sounds proberen maar die sounds waren niet zo fire en nu komt hij dan terug met geen drill. En ik klikte op die tune en ik dacht, ik zal inderdaad geen, geen deel, drill maar. horen. En nu hoor ik hem drillen. En ja, dan hoor je gewoon wel dat hij een van de domste is als het gaat om drillen, man. Hij komt zo dom op die tune. En los van dat hij goed komt op die tune en dat ik het een goede tune vind, hoor ik gewoon weer dat hij vrij is. Mm. En zeg maar, dat vind ik het belangrijk. Het wordt vrij. Omdat, wat ik al zei, van, hij beperkt zichzelf heel de tijd door super luid te zijn. En op moment dat je super light bent, zijn er altijd mensen die ook aan het wachten van op die downfall. En je creëert haters, dus ah, vaak, snap je? En nu bijvoorbeeld, hij maakt die tune, dus je zal genoeg mensen hebben die zullen zeggen van, hè, eh, je maakt weer drill. maar ook weer mensen die komen en zeggen van, vaak, hij was moslim toch? Vaak, hij toch mm -hmm. stoppen? snap je wat ik bedoel? Um, en ik denk gewoon dat hij dat allemaal moet loslaten en gewoon moet gaan maken wat hij Lau vindt. En dan krijg je dit, snap je? Dus niet letten op numbers. Weet toch, dit gaat een hit worden. Gewoon weer vanuit Fury muziek maken. En op het moment dat je een Ching bus hebt gecreëerd, kan je altijd weer naar nieuwe sounds gaan zoeken. Maar hij moet gewoon weer op zoek naar zichzelf. En ik denk dat dit een start is van: ik heb mezelf weer gevonden. Nee, Want ja, uiteindelijk, ja, je gaat altijd de ching pressure voelen. Oh, Vooral omdat, ja, Kulas is ook gewoon aan het bommen. En je gaat altijd wel kijken van. Jeet je toch? vergelijking maken. Je gaat wel kijken oh. van hey, of, je, of, je, of je. Die ex-man van meestal ja aan, aan het bommen. Ja. Of je goed of slecht uit elkaar gaat, dat maakt niet eens uit. Je gaat alle tijden vergeleken worden <laughs> of kijken ja. naar. Dat, dat blijft zo, snap je? Dus en ja, dat. Maar wat je net al zei, zeg maar al die punten die je opnoemt, we moeten niet vergeten dat hij echt ook nog jong is. Precies hè? dat. Dus al die dingen wat Rettelijk. je opnoemt, klopt, maar hij is gewoon echt nog een jong boy. Ja. Dus. Het zijn geen gekke dingen die hij zegt, of wat hij doet. Of, het, is, het is, als je kijkt naar dat hij nog zo jong is, hij is zichzelf nog aan het ontdekken. En dit zijn allemaal dingen die hij moet meenemen. In ieder geval: van oké, okay, ik heb dit gedaan, ik heb dit gezegd, ik heb het zo geprobeerd. Dan merk je voor jezelf wat wel en niet werkt en waar je wel en niet naartoe moet gaan. Hmm. En ik denk dat dit hem wel allemaal gaat helpen. Hij heeft veel tegenslagen in een korte periode dan gehad. Maar ja, ook op deze Tuneword. Ik hoor echt, zeg maar, wat we al hadden toen hij in Q&B zat van hoe artistiek hij is snap je van hij is niet puur een rapper of zo hij, kan, hij is echt een artiest hij kan echt muziek maken mm. snap je en ik denk dat hij gewoon daarop moet focussen en gewoon zijn eigen ding blijven doen wat ja, je zegt van Precies, de numbers komen vanzelf wel weer want dat is ook die druk. snap je van toen ze uit elkaar gingen was het wel van oké okay, yeah. blaka yeah, jij ja, bent die guy, die guy. Ja, toch Hondi. en QLas nee joh kan hij het, snap je? Dus hij vanuit een hele andere dreur, druk. Nee toch, dit, deze run kunnen niet dat dat makkelijker is ofzo. Absoluut niet. Maar dat is wel die druk. En het, je hebt zo zo'n druk. Je hebt een druk van je bent aan nummer 1 gegaan. Er dus, is zoveel pressure. Uh. Maar dat moet je even los Het is een andere tijd man. Ja. Je moet dat gewoon loslaten. Um, maar dan heb ik nog wel een vraag voor jullie. Van, um, als je kijkt naar de situatie van Kulas en Blaka. In hoeverre is dat zeg maar de situation van een SBMG voor de younger generation? Of het. Um... Zo, dat, dat, is, dat is een hele goede vraag, man. Mm. Even kijken. Maar wacht even. Ik denk, ik, denk, ik denk dat hun, um, voor mijn gevoel, met minder commerciële beef of zo uit elkaar zijn gegaan. Dus, soort van, het was minder zichtbaar. Ik denk dat het, die beef er wel ergens is of zo. Mm. Maar ze hebben altijd, soort van, beide een beetje gedokt voor die beef of zo. Mm. En bij. Uh, Henky en Ashe en, 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 uh, was het heel duidelijk van er was een beef en ze spraken zich er ook tot een bepaalde hoogte over uit, of zo. Ja. En hier heb je wel altijd het gevoel van dit kan nog goed komen of zo, snap je? Los van bij, bij, bij Chief en Henkie is het meer een hoop dingetje van je hoopt dat het goed komt. Mm. Maar hier heb ik wel het gevoel dat hun over een soort van ja, jaartje je wel gewoon weer bakka komen. Of bakka kunnen komen, in ieder geval in een samenwerking of zo. Mm. Niet dat ze ooit QMB mee worden, maar dat ze wel nog bakka kunnen komen. Dus ik denk wel dat het minder leeft mm. dan een uh, Henkie en Chief. Dat denk ik hoor. Ik denk dat die beef wel minder zwaar weegt. Ik denk dat het daarop neerkomt. De beef, zeg maar de dingen die er zijn gebeurd of hoe je het neemt, dat dat minder zwaar weegt. Dus er, het is makkelijker om er overheen te stappen. Dat denk ik. Dat, dat denk hoor ik sowieso, hè. Maar voor mij is het wel meer vanuit Firi, zeg maar. Want op het moment dat ik een tune hoor van Curas of van Blake, heb ik wel van. Ik zou wel een first. Ik denk dat de first van de ander hier super dom nee, op zou nee, zijn. Dat sowieso. Je? Stel ja. voor je zou Black up healing horen of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja dat zou gek zijn. Super kwijt. Dat soort dingen. Dus. Misschien niet, qua zwaarte van beef, maar wel van die. Jammer dat je niet op die tune staat. Ja, dat sowieso. Ja, natuurlijk. QMB vooral kijk, als je kijkt van. Boe, vanaf het moment dat ze kwamen, waren ze er gelijk. Domina. Snap je? Mm. Ze hebben een nummer één album gefascierd. Boe, dus die succes. hebben Drill in Nederland gebracht, kan je zeggen, toch? Ze hebben het succesvol, gemaakt, succesvol ze gemaakt. Ze zeker. hebben het succesvol gemaakt. Ze hebben die. Dus die run van hun was crazy. En los wat Kulas nu doet of wat Blakka nu doet. Dat is gewoon geschiedenis. Dus mm. in die zin hoor ik je 100%. En ga je altijd wel een beetje dat hebben van, oeh. Die, die, die teamwork, die match, het is gewoon een, toch, een succesverhaal. Dus dat zou je wel ze versterken, elkaar ook, ook echt. Dus ja, op elke tune inderdaad zou het wel passen. Mm. Maar ik denk in ieder geval dat, de, zeg maar, dat het wel dichter bij elkaar ligt, dat ze ooit nog wel iets kunnen doen. Ja, samen. Man, dat nee. denk ik. We gaan het zien, man. Focus is op je eigen carrières. Want Al ik geniet vonden. van zowel Kulas als Blakka. Doe je thing, man. Tang. En dan gaan we naar de eerste topic. En dat is. Bokken 8 bij 101. Bas. Bars. Deer daar, hoeveel last had je, man? Hoeveel? Ik had, hoeveel? ik had geen last, man. Maar ik had kippenvel. Letterlijk. Dat is een chicken spot, Zo. Gewoon. <laughs> Nee, dus ik keek gewoon uit naar deze. Volgens mij gooide jij opeens in de kat van, hey, Bokke gaat met een de 101. gooi gooide hem op Snap, ik gooide hem op WhatsApp. Oké, zo naar Ik was het, maakt niet uit. In ieder geval, ik kreeg het te horen en ik dacht van, oké, Bokke 101. Ik weet wat hij twee jaar geleden had gedaan, dus popcornzak erbij en timeren. Dus ja, sweet and salt. Vrijdag. Jimmy's, Jimmy's. <laughs> nu vrijdagmiddag, twee, drie uur. Ik ben daar in de waggie. Ik pomp hem. En wauw. Ik zeg eerlijk, boys. Het moment dat ik hem aanzet. Ik zette die volume hard. Ik kreeg letterlijk kippenvel. Vooral die eerste verse van hem. Die spit op die beat van Bird Van Eminem. En ja, ik vind die altijd wel een beetje. Mm, weet toch van. Het is zo'n grote hit geweest. Zo'n ding. Van, mm. Maar wat hij daar doet. Hij heeft me op die tune gewoon gelijk emo gemaakt. Maar ik werd gewoon emo ervan, man. Hij, stil, hij spit zijn life story. Tegenslagen die hij heeft meegemaakt. De lessen wat hij heeft geleerd. En wauw, het kwam gewoon aan. Ik, 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 ik merkte gewoon aan mezelf dat het iets met me deed, man. Gewoon, hij spitte zijn pijn. Zijn life, life story. En ja, dat zeg maar met het technisch niveau waarop hij rapt. Ja, wauw. Ik, ik, ik was even flabbergasted, man. Ja, toen kwam die tweede verse van hem, man. Die, die beat. Ik zeg eerlijk, Esso naar die Luigi. Even, uh, ik ben zijn naam kwijt. Die producer Luigi. Volgens mij Edi Luigi of zo. Hij is wat hij met die beat heeft gedaan. Uh, zo op van Kanye. Wauw, dat slaat nergens op, man. En daar laat hij weer, zeg maar, een beetje die brag en boost. Hij gooit daar al die one-liners van hem. Die, die wordplay van hem is crazy, man. Derde first van hem. Die man komt met een gekke, gekke flow. Waar die alleen maar aan het versnellen is. Alafini daar op de linker flank. Mm -hmm. Nee, ik zeg eerlijk, heel deze sessie. Hij heeft, dus ik wist al, en ik denk bij ons alle drie was hij gewoon al een van die favorite. Ik laat me alleen, laat me het even weten, toch bij mezelf houden. Dus die ga een van mijn favoriete rappers, vooral van de nieuwe Lichting. Maar wat hij hier heeft gedaan, hij heeft gewoon echt een nieuw niveau aangetikt. En ik durf gewoon met Chest te zeggen dat dit. Een van de gekste 1 1 bars is sowieso die ik ever heb gezien, man. Dus mm. daar zet ik hem met chest. Man. Shout, out. Shout out naar Bokke, man, voor deze. Bokke, zeg maar. Um, ik ga misschien niet mee in die euforie van alle tijden, maar sowieso beste sessie van dit jaar tot nu toe. Zeg maar, Wat hij zo goed heeft gedaan, is. Je, weet toch, je kijkt eerst. Nou, ik zat sowieso niet première, dus ik lieg, ik keek niet eerst. Hm? Maar je weet niet hoe lang die nee. sessie duurt. Dus ik was al gelijk daar. En zeg maar, uiteindelijk duurde die sessie twaalf minuten. En zeg maar, hoe hij me aankeek, was het van durf op je voornaam te gaan dan. <laughs> ja. dat je durf naar de wc te gaan, durf iets anders mm. te doen. Die focus man, elke wow. bar twaalf minuten lang. Dacht ik, hé, hey, heb je even... Hey, Sam, mm. wat ben je aan het doen, kill? Dit was sowieso ook al Het hitte zo erg. En zeg maar, hij koos ervoor om direct te openen over zijn uh, oh, ja. pa... Het was, het was zo gevoelig, snap je? Hij stelde zichzelf zo bloot. Ja. En enerzijds moet je dat durven en kunnen als rapper. En hij heeft beide gedaan, snap je? Hij zei ook, ik kom niet om niks te promoten hier. Ik kom om te rappen. Hij stond daar één maand... Weet je wel, eindelijk ook van je hebt die mic begraven. Ja. No <laughs> cap, man. Ik zag Rotjo genieten, man. Nee, maar elke bar, pff, die beat switches. Ja. Het klopt toch gewoon, man. Over, dus over nagedacht over een sessie. Dat, zeg, man, nee, niet hij eens heeft, je, nagedacht. heeft in het, jawel, heeft in het begin hij heeft, gepakt. Hij heeft dit met gemaakt voor die sessie. Ja, toch maar dus ergens over nagedacht, want hij heeft je in het begin gepakt met je emotie, dus je was meteen tapped Dat in. Mm -hmm. Daarna heeft hij versneld. Daarna ging hij die derde beat, ging hij in een drill beat. Mm -hmm. Daarna in de vierde beat. Je, je hoort hem gewoon buiten adem gaan. Nee, af en toe, ja, klop, maar klop, hij dus gewoon, doorgaan. Het maakte gewoon die sessie van: Oké, okay, je hoort nu. Hij gaat even snel buiten adem. 100, hij 100, komt even op, op bakken met zijn water aan zo vast. Zeker, <laughs> oh, wilde niet eens veel die, zeggen. Dat he? was ook nog die lauw, <laughs> lau, omdat, omdat ik in die première zat. Dus je weet niet hoe lang het duurt. Ja. En op een gegeven moment zei hij: Oké, okay, laatste beat. Yes, maar daar hadden nog En het was niet storend: Ik sta bij nog niet klaar. Het was van: Oh, je krijgt nog één. 12 minuten waren niet lang genoeg. Ik had ook nog die sessie gezien met Red Moons. En daar was hij al die guy. Je zag gewoon Niveau het was verschil. te makkelijk daar. Weet vormen, Rits kwam wel in de buurt, maar het niveauverschil was wel daar en ja, hij viel, Zeg maar, ik denk wel dat hij voor vele uh, rappers uh, een soort motivatie is geweest mm -hmm. van: ik wil weer echt gaan moet rappen, want zijn. dit is Boer. wat ik wil doen. Ja, mijn conclusie, wat ik had opgeschreven, is voor iedereen die naar 101 bars gaat: kijk eerst die sessie van Bokken. Dat was letterlijk ja, wat maar ik maar had nemaar, Los van 101 bars sessies, gewoon van: ik moet rappen, rappen, man. Mm -hmm. Ik kan niet meer op friendly modus... dit dat domme dingen schrijven van jullie toch? net Peter Pan of zo? <laughs> Gewoon, ik, ik moet. <laughs> shots. nee, niet eens. Maar gooi toch? Ik moet serieusse bars schrijven. Uh -huh. En Bok heeft het laten zien. Dus En ik hoop wel. En ik hoop zeg maar omdat hij natuurlijk vorig jaar zijn album, misschien een album toch of een EP. Dit jaar, man. Ja, dus dit jaar, in principe, dit jaar heeft hij zijn project. In ieder geval project. Ja, ik weet even niet of het album of EP is. En ik hoop wel gewoon dat dit weer een soort van de startschot is van wat ja, we Dat hij wel man. gewoon doorgaat op die, wat hij eigenlijk ons heeft beloofd. Want hij me, ik, heb, ik heb met veel gezeten. Ik heb, en ik ben nu bezig met droppen. En ik ga nu consistent zijn. Ik hoop dat dit weer het startschot is nee, van iets daar nieuws. Ga ik, daar ga ik sowieso van uit. En daar een big shout out van voor mij persoonlijk. Hij heeft gedaan waar 101 Bars voor mij voor staat. Zeker. Snap je? Hij heeft gewoon speciaal hiervoor iets in elkaar gezet. En dat hij het in ieder geval zo. Hoog niveau heeft gemaakt, dat is weet je, toch een big shout-out naar hem. Maar dit is voor iedereen nogmaals die naar 1-0-1 bars gaat, doe dit. Kom maar... niet om alleen om je album te promoten. Ja, Dan sluit hij natuurlijk weer af met de vraag, want je gaf al die voorzet van uh, hij maait iedereen die stuurt. Mm. Wie zou hem kunnen vastzien, man, op dit moment? Ik denk dat uh, die double. Ik, ging, ik heb hier natuurlijk over nagedacht, omdat ik die op <laughs> <laughs> Ik wist ja. van als ik, dit ga, als ik dit ga zeggen, gaat ja, iemand ja. die vraag stellen. Mm. Dus ik denk dat die dobbel hem het sowieso moeilijk kan maken. Uh, ik, uh, ik denk maar dat, dat is de vraag ziek... niet dat is de vraag niet wie, 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 wie vast wie hem zeg maar ik denk dat die dobbel hem sowieso wel op dit moment nog wel vastie sowieso gewoon ja 100%. die dobbel die dobbel die we gaan de <laughs> volgende aflevering waarschijnlijk dan maar die dobbel is absurd kijken ja die dobbel man ik dus denk ik zeg dat MC je gewoon eerlijk, in de buurt die ga dobbel ga gewoon, je, hem. op dit moment nadat ik dit heb gezien is er niemand die hem eraf haalt man mm. eraf halen dus niet van je komt net iets beter eraf halen dat nee man niemand haalt hem eraf wat dat hij nu doe, doet ik hoor, dat niemand, niemand haalt, haalt hem draad, maar die man, dobbel pa. vast ziet hem wel nog in de first. ik ben benieuwd maar kom in de comments laat weten wie zou hem kunnen vastzien in een sessie op dit moment hè. dus ga niet zomaar doe iemand in zijn ah, prime was ofzo maar op dit moment die nu 2024, is. 2024. En dan, we hebben. Ik heb vandaag geen tosselmoment. Dus nee, excuses. why not? Ja, ik, ja? ik, ik hoor jullie. Ik, mm. ik heb gezocht. Echt. Hij <laughs> wou <ook> niet. Hij <laughs> was ik nog geen vakantie, <laughs> doen, Jenny. Hij was <laughs> ja, nog ja, geen vakantie, Jenny. Dat was ouder. Daar heb ik ook geen tosselmoment. We ja, gaan niks op. vinden. Dus we hebben twee tofselmomenten. Mm. En bij wie mag ik beginnen? Oh, bij mij beginnen. Toch wel Ja toch? Wat is je tosselmoment, papa? Big Double G geen mm, Gucci, no ik bedoel Grey Ja deze man is de afgelopen tijd zoveel herrie aan het maken. Je kan gewoon niet om hem heen. Hij heeft een E9 bars gedropt. hij heeft zijn EP gedropt. hij heeft een phonics sessie gedropt. Hij is jong boy, dus hij is super actief op socials. Je komt hem op TikTok, Insta, weet ik veel waar allemaal. Je komt hem overal tegen. Mm. Dus ik moest wel zijn EP gaan checken en ja, hij vond ik, heb, ik persoonlijk heb genoten. Hij heeft ons elf tracks gegeven. Waarvan negen nieuwe, echt negen nieuwe tracks. twee tracks waren uit. Mm. En, en wat ik heel hard vind aan hem, is dat hij. Um, ik hoor dat hij heel veel heeft geëxperimenteerd op deze EP. Hij heeft heel veel geprobeerd nieuwe sounds te proberen. Want hij is natuurlijk van de tijd van dat uh, Drill heel aan was, was hij ook opkomen. En ik denk dat hij al heel vroeg door had van timer. Drill is eigenlijk een. Misschien een moment-ding en ik moet mezelf gaan verbreden in verschillende sounds. En mm. dat heeft hij heel erg gedaan en dat heb ik heel erg teruggehoord. Je hebt Love Songs, je hebt five tunes je hebt echte rap-tunes, er zitten nog drill-tunes tussen. Mm. En dat, dat vind ik heel hard. En ja, mijn favoriete tune van deze EP Dubai. is Dubai. <laughs> <laughs> hij heeft daar die reference-track. Shout out naar Scrooge. hij heeft die reference-track van Pop Smoke gebruikt voor The Night. En ja, die Pokémon, man, die, die hoek, die 5 hoek van hem, vind ik echt gruwelijk. En mm. in zijn bars zijn altijd superveel overtuiging en zijn delivery, de diepte die hij heeft in zijn stem, crazy. Um, waar ik nog wel een paar kleine verbeterpunten, omdat het zijn eerste EP heb ik nog wel, sowieso de mix en de master was af en toe echt mangering. dat ik dacht van, hé, hey, zo saar, als deze pokkel goed gemixt en gemasterd was, zou hij mm. helemaal bossen door je speakers. En ik merk wel dat... Um, zijn rijkwijde, Qua onderwerpen die hij bespreekt in zijn tune, zijn nog wel echt aan de vlakte. Dus hij heeft. Um, ik heb bij hem een heel erg bewijsdrang of zo, omdat hij heel veel negatieve reacties krijgt. Mm. Heb ik heel erg gevoel. Hij is heel erg. Free my Guys, uh, ik kom in de nieuwste waggy. Uh, hou je wifi thuis. Mm. Dat zijn heel veel nog de onderwerpen. Op, eigenlijk op elke tune, of het nou 5B is, rap ja, of top. ding. Dus ik denk dat daar nog wel voor hem heel veel groei zit om nog meer. Uh, persoonlijkheid te brengen dan een soort van de persoonlijkheid die hij voelt mm. door de druk om naar voren te brengen. Ik hoor je, man. Precies dat ook, man. Ik, ik krijg zeg maar die beetje dat tegenstrijdigheid bij hem van, uh, dus ik voel zelf precies nu wat je zegt, maar aan de andere kant heb ik dan wel zoiets van: oké, okay, Jaga gaf hem die co-zijn, zelfs Joey A.K. heeft hem die co-zijn geef van, ze houden hem allebei zijn. dat denk ik van hmm, als zij zouden twijfelen aan deze man, zeg maar, aan ze, zijn streetcats of wat dan ook, dan zouden ze niet met die man willen fokken. Dus dat is dan weer aan de ene kant wat ik heb. Maar zelf zie ik ook van: het hoeft niet. Snap je? Van al de dingen die hij zegt of wat hij aankaart: is dit nou echt zo? Of. Snap je van: ja, ik, ik, ik denk dat hij nog een beetje op ontdekking is. Oké, okay, wat we net een beetje over Blakka zeiden ook. Van, over één, twee jaar dat hij misschien wel echt zijn eigen dingen heeft gevonden. Ja. En weet toch waar die gewoon vrij in is. Ja, maar los van dit allemaal kan je niet zeggen dat de run die hij nu heeft gemaakt, dat dat in principe gewoon een blauwdruk is voor alle artiesten. Ja. Vooral upcoming artiesten die je zou moeten en mogen en kunnen maken. Boar, als, je een, als je een album dropt of je dropt een project. Hij heeft een Fanniex-sessie gehad. Hij heeft een 101-bar-sessie gehad. Boar, wat voor meer bus, hoe grotere bus zou je willen of kunnen creëren dan dat hij heeft gedaan? Want inderdaad, ik zag dat hij zeg maar, al bij OJ Cartel uh, zat, die, die label. Maar voor de rest was het van nee hoor. Toch? Ik hoef dit niet te zien of ik laat het nog. Het, het, het trok me niet. Maar je kan gewoon op dit moment niet om die kei heen. man. Ja, hij is dat, overal e geweest. E snap je dus op een gegeven moment was oké, okay, weet je, nee. Dan kwam weer een nieuwe sessie. Dan was hij opeens bij Fanny. Snap je? Hij dropt zijn tape. Had een interview bij, uh, bij Paas de Auws. Hij heeft uh, 1-1 bars gedaan. Dus op een gegeven moment was we, oké, okay, timer. Hij verdient het ook wel, gewoon los van hoe druk ik ben. Hij verdient het wel man. En uh, ja, ze, ze die zijn project heb ik niet super goed beseft. Ik heb het, ik ben er doorheen gegaan en ja, ik hoor wel bepaalde dingen, precies wat je zegt, Dubai. Maar voor de rest, oké, okay. die 101 bars, hmm. maar waar die me wel had, zeg maar wel had, dat ik dacht: van... me ik hoor echt goede dingen, was die van ik sessie, man. Daar viel die me echt op, man. En was volgens mij met die guy Kili of zo. Kili, ja. Kili? Van, ik, ik, ik weet niet of het door dat kwam of waar het anders door kwam, maar ik, ik merkte een soort andere energie bij hem en die bars die die gooide. En ja, man, daar vond ik, vond ik het wel echt hard wat hij deed, man. Dus die sessie in heel deze run van hem is me het meest opgevallen, man. En daar kwam hij ook met een lijp. Precies, hij, van, hij is met heel veel dingen, randzaken bezig hmm. en dingen dat hij zegt van ja. Mannen discussiëren of die waggie geleased is, ja. maar je wijfje kan er niet schelen dat mijn waggy geleased is. is. Ja, weet je <laughs> toch, daar had hij me gewoon <laughs> echt, man. Dus ik weet toch. Ik, ik moet zeggen van ja, die man is gewoon goed bezig nu. En ja, Ik, ik heb wel het gevoel dat hij nog op, 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 op ontdekking is. Snap Zeker, je dat hij, dat hij nog op dat is? Maar ja, je, toch, die man is gewoon goed bezig. Ja, man. En dat was gewoon perfect. Wat jij zegt. Hij, ik voel dat hij heel erg een ontdekkingsreis is. En daarom waardeer ik het ook dat hij dan 11 tunes gooit. Met verschillende oh, voor, sounds. Met verschillende sounds ja. Van timer. Ik laat jullie nu zien. Ik voed jullie. Maar ik laat wel zien dat ik heel veel dingen kan. Hij is in ieder geval niet bang. Hij is niet bang. En dat vind ik tof om te zien: vooral zeker als Jongboy zijnde. Zeker man. Ja, hij heeft gewoon een super interessant profiel. Dat is Gregor Sound man. Toch, hij heeft zijn slogan van geen Goodje. Double G. Double G, inderdaad. Dus hij is gewoon interessant om naar te luisteren en om naar te kijken. Um, hij doet me heel veel denken aan een, een, een jongere versie van Jack, qua personality van uh, het profiel is helemaal los. Je weet niet wat je kan verwachten. <laughs> <Ja>. <laughs> en vaak denk je dan van, het lijkt alsof hij niet weet wat hij doet. Maar hij weet heel goed wat But hij doet, 100. snap je? Vooral als je kijkt naar socials, hij ja. weet zo goed oké, okay, als ik dit doe, komen, gaan mensen hierover takken. Als mm. ik dit doe, snap je dus hoe hij zichzelf profileert en in die scene zet en die socials uitspeelt. Hij is een sterk man. En ja, dat er groei in zit, het zou raar zijn als er geen groei in zou zitten, mm -hmm. snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. uh, maar wat hij allemaal goed doet bro, als je kijkt naar zijn, uh, naar zijn tape. Wat ik hard vind is dat, je komt zeg maar zo de scene binnen en je komt gewoon met een tape solo en je neemt je mattie mee, mm -hmm. snap je? Je komt alleen met die Kili, voor de rest niemand. Mm -hmm. Ja, die, die jaga maar jij ja, ja, doet Jaga werk. maar hé als je met mij werkt dan ja, is ja, ja, met ja, mij, je snap je? Dus, Jagga heeft hem geblast, maar voor de rest, het was niet van, ik ben op zoek naar die hey yo, wil ja. je mijn werk of Nee, nee man, ik ben met Kili, en we gaan die Tory laten lukken. En ja, die tape Heavenly, uh, inspired by Pop Smoke, Zeker. maar ook echt veel G-Unit vibes. 100% dit ja, je, snap folk, je? ja, ja. Dus bij mij was wel die denk je van, oké, okay, ja, Pop Smoke was sowieso geïnspireerd door 50, dus ik weet niet of die alleen op Pop Smoke was, of dat hij ook echt naar 50 uh, heeft gekeken, maar... Uh, hij heeft gewoon, zeg maar, die love tunes van hem klinken nog steeds gangster. Oh, Snap je wat ik bedoel? Yeah. En dat is zo mooi in deze tijd, omdat iedereen super op zoek is naar, van, ah, ik wil die virale hit. Terwijl hij wel heeft laten zien van, je kan in je beginfase een ijzersterke body of work maken, waar je op voort kan boeduren. Snap je wat ik bedoel? En uh, wat, ik, wat ik ook hard vond, ik zag zeg maar, zijn 1 bar sessie. En hij heeft zeg maar, die toeristen toch wanneer dit, dan gaat Jim maar die... Uh, ja. die die energy zeg maar. Die scoop! Maar. Die scoop! What?! Bro! Sorry. Hij zat daar. Ja, helemaal Zijn, high. zijn energie is energy is briljant. Zijn energy is crazy. En ja, zijn stem man. Ja. Doe normaal. Maar is ja, uit miljoenen te herkennen gewoon. Als dat jouw stem puur is, dus dat heeft hij al van je hebt een interessant profiel, je hebt een interessante stem, aan je bars kan je altijd werken. Dus zeker kan dat nog beter om wat meer diepte te geven aan je tunes. Maar voor wat hij tot nu toe geeft. Zeker man. En zo naar hem sowieso. En, ik, en voor mij persoonlijk in korte tijd. Want zeg maar, ik kende Gregor Zan al lang al van de Fresh Flows-playlist of zo. Mm. Maar soort van, als je in een playlist zit en je hoort hem ineens. En je hoort er nu: Pick yeah. zeg Maar dan ga je al heel snel in die eerste vijf seconden skip je door. Zeg maar. Mm. maar hij heeft mij nu in een. Ik denk in het bestek van een maand tot anderhalve maand heeft hij mij gewoon soort van. Ik hou jou sowieso in de gaten voor komend jaar. Ja. Als, ja. als, als je dat kan, ja. Als je dat kan, is maar crazy. die bus, die bus, ik weet niet of je dit, of, ik, ik denk niet dat je dit standaard kan creëren. Maar wat er om hem heen nu gecreëerd is, zeg maar, met al die sessies en, en zeg maar, zet even erbij dat dit wel he, de manier is waarop je Zeker. het zou moeten willen. Want inderdaad, precies wat je zegt, dat had ik ook. Want ik heb het wel eens voorbij zien komen, maar. Ja, het trok me nog niet helemaal. Maar nu kon je er gewoon niet omheen. Dat je ja. dacht van, thijmen. je ziet hem links, rechts, nee, boven, ja, beneden. Dat je gewoon denkt van, ik wil het niet, maar ik ga het toch doen. Ja, man. Snap je? En big shout-out naar dat, man. Dus ik weet niet of dit per ongeluk is gebeurd. Of dat er over is nagedacht. Maar als je zo'n bus kan creëren. Maakt niet uit wie je bent of wat je doet. Big shout-out, man. 100. Zeker. Krikosan. Maar goed, we hebben nog een topspelmoment. Ja, dan kijk ik jou natuurlijk aan dit. Ik wat heb er wel een. een, moment, Je hebt er wel een dat was, ik gewoon. heb er wel een. Doe zo'n gewoon. Ik, ik heb nou er wel één. Doe wat nou, papa? Dat is nou misgaan ook. Ja, we hebben festival season gehad. Het is zo goed als achter de rug. Hmm. Heel Nederland heeft shows gedaan. Alle artiesten hebben hun ding gedaan. En dan is de conclusie: van... hoe is the biggest? De, de zomer was sowieso al van Frenna Pink Summer. Maar ja, we hebben ook de live shows natuurlijk. De festivals. ja. Ik ben op vunzige deuntjes geweest, waarin ik uh, Frenna heb gezien, ik heb BL gezien, ik heb Jonah gezien, en alle drie hebben gesloopt. Mm. En ja, ik moet tot de conclusie komen dat op die festival zelf dat BL number one was. Ze waren ook afsluiten en ze waren ook gewoon de beste van de avond. Maar ja, kort daarna had je natuurlijk Sevenfest. Ja, toen was Frenna weer extra. Dus ja, daar kon niemand omheen. Maar ja. Weer iets daarna was er Lowlands. Hmm. Ja, wat Jonna daar heeft gedaan. Nee, dat is uiteindelijk wel, ben ik tot de conclusie gekomen... dat hij de winnaar is gewoon van heel deze zomer. Man. Wat heeft hij daar gedaan? Hè? Ja, de show die hij daar neer heeft gezet... is voor mij van internationaal niveau. BL heeft het al vaak aangetikt, Frenna heeft het wel eens gedaan. Maar voor deze zomer, voor alle dingen die ik heb gezien staat ook trouwens uh, zeg maar beknop staat hij op YouTube dus wie het nog niet heeft gezien ga het checken man nee, hoe hij hoe hij daar komt zeg maar vanaf het begin aan alles merk je gewoon van hij heeft de zin en hij heeft gewoon een speciale showcase neergezet hij heeft extra gerepeteerd gewoon om bij Lowlands een epic show neer te zetten eentje die de boeken in kan gaan en voor mijn mening is die ook de boeken in gegaan man hoe die daar staat de chemie die die heeft met kans dat slaat nergens op, maar wat hij heeft gedaan, hoe hij het publiek losmaakt. Ja, ik kreeg zelf gewoon kippenvel erbij, man. Dus big, big shout-out. Veel kippenvel wel, man. Je ja, van het, is is het een man. Ross King, man. <laughs> dus. <laughs> maar ja, ik ben een liefhebber puur zang, man. toch. Ik ben een liefhebber puur zang, man. Dus ja, man. Maar in ieder geval dat. Dus voor mij was het wel gewoon de, de conclusie die ik direct had, was van big shout-out naar Jonah. Maar hij heeft al een hele gekke lijn dit jaar doorgetrokken uh, mm. en ja met dit heeft hij het in ieder geval doorgetrokken zeg maar weer met deze show. En ja dan kom ik ook weer bij, zeg maar de volgende. Dat is dat eind van het jaar dat binnen een maand tijd al deze artiesten ook zelf een eigen concert geven. Man. Snap je? En je hebt dus als eerste komt Jonna met zijn show, daarna komt Frenna en als afsluit heb je BL. Ja, het zijn allemaal vrienden van elkaar. Ze zijn cool, ze zijn een beetje samen opgekomen. Dus het is een soort friendly fire. Maar alsnog weet ik 100% zeker dat ze ook alle drie de gekste show willen neerzetten. Dus mijn vraag aan jullie is: wie denken jullie eind van het jaar die de gekste show gaat neerzetten? Mm. Ja, ik denk, zeg maar, BR heeft het sowieso al vaak gedaan in Ahoy. Dus voor hun is het, is het. een also awesome Gimma, inderdaad. Mm. Van je toch? Maar we gaan het in een nieuw jasje steken. We gaan het groots vieren, duizendste show. Dus zij gaan sowieso slopen. En ik denk ook wel dat zij het beste eruit gaan komen. Dus ik denk meer dat je moet kijken naar een, 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 een Jonna Vrezen en een Frenna. Die voor het eerst wil gaan doen. Snap je? Ze hebben nog nooit zo'n big stage gehad. Dus uh, lastig, man. Lastig. Ik, ik zet mijn money nu op Frenna. Als ik tussen die twee moet kiezen. Ja, ben je als andere categorieën. Maar ja, Jonah kan ook heel dom doen, man. Dus het is wel lastig. Ik denk, eh, kleine marge. Jonna. Ja. ja, ik heb. Ik bedoel, Frenna. <laughs> ik, heb, ik heb wel zeg maar dat. Uh, ja, wat je zegt, BL, ik denk dat je hun zoals, in deze strijd niet mag meetellen, omdat het de zoveelste gimmick is. En ik denk als je gaat naar Ziggo dat uh, Jonna zeker meer practice heeft gehad in de aanloop hierna, want hij heeft natuurlijk twee keer afwas gedaan. In ieder geval, hij heeft, ja, ja, af, ja, hij heeft, ja, hij heeft inmiddels in. volgens mij twee keer mm -hmm. afwas gedaan. En dus hij heeft meer ervaring, denk ik, op die, op die big stage of ja, zo. Hij even pull bij Burna. Hij kwam even pull bij Burna. Hij heeft voor niks gedaan als, als, als main act. In... Dus hij heeft volgens mij al vier of vijf keer heeft die afwas gedaan. Dus hij heeft veel meer ervaring dan Frenna. volgens mij was Burner een ziggo. Nou, wacht even, wacht, wacht, wacht. Nee, hij was, nee, nee, was in uh, dan, die, die Vitesse-stadion. Ja, ik ben het ja, niet ook. eens met wat Geld. je zegt, maar hij heeft veel meer ervaring dan Frenna. Nee, maar op, op die, op die, op die, op die uber-big stage. Maar Frenna heeft ook met SFB, heeft hij ook ziggo gedaan, toch? Maar het is anders. Je vult da een stage met vier andere niggas. Dat single? Ja, man. Was single, is single yeah, je vult een stage met vier andere niggas. Maar nog ik, hij Dat die zie je bij B 100. See, boe, ik zeg niet dat hij geen ervaring heeft. Ik zeg gewoon mm. dat die ervaring minder is. Maar zeg maar, boe, je vult een stage. Boe, bij BL zie ik het. Is, ik wil niet zeggen het is vals spelen. Maar boe, je hebt eentje linksachter, ja. rechtsachter. Links voor, rechts voor. En degene van achter komt naar het midden. Boe, het is, je kan veel makkelijker een stage vullen. Je kan veel makkelijker elke oechoe pakken. Dus het is anders. Dus ik denk in die zin dat Jonna in zijn eentje, slash kans, veel meer ervaring heeft. De uitvoering maar, sowieso, maar, maar, maar gaat meer de ervaring. Dat hebben je me niet laten uitpraten. Maar ik denk dat soort van met de heel de bas, dat veel meer mensen zitten te wachten op een Frenna show. En als je van al met die Fury naar een ziggo gaat, van Time Frenna heeft deze hele zomer al Kiri, Snou, ook, snap je? Dan denk ik dat, dat Frenna wel gaat Kiri, man. GG Martina niet in zijn toch? Nee, Laat ze iets honger. Ik, 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 ik denk wel dat John naar de gekste show gaat neerzetten. Man. Ja? Nou ja, dat is ik mooi. Denk, verdeeld, ik, denk, man. Ik, denk, ik denk het maar eerlijk ook gezegd wel. Ten opzichte van Broederiem, hè? Ja, ja, ik denk het wel, maar ik denk dat hij wel meer gaat investeren, man. Van de run die hij nu heeft doorgetrokken, hoe hij daarop gaat voorbereiden. Ik zeg niet dat hij weet toch dat BL niet sterk gaat komen. Maar wat je zelf zegt, ik denk dat dat ook wel kan, zeg maar, tegen je kan werken. Als je dit al zo vaak hebt gedaan, dit is al zo, ding, zo makkelijk voor je. dan... Op een gegeven moment dat speciale is, er ook wel een beetje van af. Dus het, is, het wordt bijna routine voor je. En ik denk dat Jonah dit echt gaat aangrijpen. en gewoon een lifetime experience van gaat maken, man. Dus ik ben daar na die, die Lowland-show van, ben ik daar wel van overtuigd, man. Ik hoor je. Ja. Ik ben het wel met één ding niet eens. Dus wil je die camera alsjeblieft op mij zetten? Want ja, heren, 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 we hebben nog steeds geen invite. Dus begin alsjeblieft iets te zuren in ons mail. Want we moeten er natuurlijk ja. wel erbij zijn. Twee keer Ziggo, één keer Ahoy. Ja, Laten we het even. groots vieren. Top voor de podcast. Echte live concert. You get me that familiar. Dus dat. <laughs> <laughs> dus. Ik hoor je wel man. Ja, toch? Is het is te makkelijk. We hebben ja. nou, al een toezegging gedaan. Honderd, maar er is, er is nog niks is winniger, is nog te maken. Ik zie nog niks in die dan Ik krijg gewoon een kaart. Ah, hey boys, drie tickets. <laughs> <laughs> Vier. Neem je camera man. Nee joh, maar, uh, die guys hey, Boed, zeg maar de die guy sowieso. maar genieten. Het enige wat ik nog wil toevoegen daarin is dat we daar ook wel even bij stil mogen staan man. Als je kijkt dat eind van het jaar dat binnen een maand tijd dat zoveel grote hop artiesten gewoon een eigen concert geven ja. met minimaal 15.000 man. Van oh Boys, come on. Let's Alweer, make some motherfucking ja, noise. Man. Dat is waar we deze, je, toch, nu de dag zijn gewoon, dat, dat dit gebeurt gewoon. Maar het is wel echt mooi, want zeg maar, jaren geleden toen zij winnen wel van, je toch, het zou mooi zijn als we een keer met hiphop, zeg maar, een Ahoy of zo zouden kunnen vullen. Als je dan kijkt zeg maar, je bedoel, hoeveel dems ja, alle man. een Ahoy of een Ziggo hebben gevuld. We, ja, we krijgen er drie kregen. in een maand tijd. Hè? Binnen ja. een maand, in drie weken tijd Bizar, krijgen we er drie. Gek man. Shout-out Shout -out naar hun out. man. Ja. 100. Maar goed, we gaan naar de volgende topic. En we gaan iets Dat is... erin gooien man. We hebben nu topstellingen. Oké, oké, oké. Ik zou <zag> die account willen. <laughs> <Ja. die laughs> <Die afkomen. laughs> ja. Ik wou naar topsport gaan. Ik wou naar topsport gaan. Nee, hij heeft ervan gemaakt... Ik wist dat stellingen was. Jij kent de volgorde niet. Maar hij vervangt gemaakt topstellingen. Ik weet, maar omdat hij top zijn. Of stond dat gewoon in de notitie? Nee, dat is gewoon in de notitie. Maar jullie zijn niet scherp. Maar Tjente... Dus, we gaan een paar stellingen opgooien. En kijk, nu doen we het zelf. Mag die camera alsjeblieft weer op mij. Maar, de volgende keer is Adwan. Hij zei, als jullie ook stellingen voor ons gooien in de comments, in de DM. Kijk maar waar jullie ons kunnen vinden. En dan gaan we het gewoon bespreken hier. Maar laten we naar de eerste stelling gaan. En dan hebben we... Is... Complex NL, een gemis voor hiphop media in Nederland. Wie is het eens? Wie is het oneens? Laten we eens. daarmee beginnen. Eens. Eens. Ik ben het ook eens. Hmm. Dus daar uh, gaan we nu naar de tekst man. Ja, mag eens. ik hem uh, ja, ja, mag beginnen. Waarom ja. ben je het? Ben je het ik, waarom eens? ben ik het eens? Kijk, ik denk dat Complex. De, het enige platform was die soort van denk ik minimaal 90% invest was in de hip-hop slash culture en die ook soort van super actief was. Hm. En waarom ik zeg actief is omdat bijvoorbeeld een rapwijk het ook super goed doet, maar hun posten niet meerdere posts per dag over te ja, zien. Kijk, ik kon complex gewoon letterlijk volgen en dan was ik op de hoogte van alle nieuws in Nederland en buitenland. Laten we hm. zeggen Nederland, Amerika, UK, was ik op de hoogte. Hm. En los van dat ik hun volgde voor hm. hun nieuws gaven ze ook deep dives in de culture. Uh. Bijvoorbeeld met een... Owushacha. Dat, uh, dat ze mensen die... achter de cam staan in het licht zetten. Of een artist was. Dat ze een Kaya Imani, een Shep, een platform gaven. Mm. Dus in die zin. En dat is er nu gewoon niet meer, man. Je weet toch, zeg maar... Uh, ik denk ook gewoon dat we mogen zeggen dat wij als podcast ook gewoon heel veel genoten hebben van hun content. Ze hebben je meer huiswerk gegeven nu hè? Ja, honderd. Het is niet, zeg maar, ze gaven ons content en wij konden daar heel mooi content omheen bouwen. van andersom ook hè? Het was een wisselwerking, je Het was een goede wisselwerking. Zeker, zeker. Dus in die zin is het zeker een gemis voor de koordje. want er zijn heel veel mooie kanalen los van Complex NL, maar Heel veel is niet meer dan 50, 60% hip-hop hmm. music slash culture. Hmm. Um, zeg maar, wat, wat het interessant was, want ik was, was vandaag weer een soort of, uh, actief optread. Hmm. En het was niet eens de bedoeling dat ik daar zou belanden. Maar volgens mij was het R.D.: Die -Day, ja. -Day. had een post gemaakt. Iets van: uh, je Weet toch, artiesten willen gratis promo. Maar je weet toch, ze willen de niet, ze volgen, niet. Ze volgen, ze volgen. Ze volgen niet eens. Snap je dat? Ja. Zeg maar, dat was die take. Um, en op het manager dat, dat dan terugkoppelt naar een complex. Dus wat je zegt van, ze posten drie tot vijf keer soms per dag. dag. Maar er zat ook extreem veel money achter. Ja. Uh, en wat ze ook nog eens bewezen hebben, is dat het dus niet sustainable is. Snap je? Van je kan super veel money pompen, maar uiteindelijk is heel die orgaan failliet gegaan. En dat is jammer. Maar dat is er dus blijkbaar wel voor nodig om zoveel te geven. Mm -hmm. En de rest kan dat niet als een Puna of een hiphop ESMO of een rapwijk. Rapt wat de fuck er allemaal is. Zij kunnen dat niet. Omdat tijd is geld. Mm. Snap je wat ik bedoel? En je hebt geen geld op moment om een hele redactie op te zetten. Van hé, hey, zit hier 24-7 op, geef ons alles. Omdat het, zeg maar, de revenue niet ervoor terugkomt. En zeker op het moment dat ik het vertaal naar een hip-hop in je smoel. Die ook gewoon meerdere malen hebben aangegeven. Hey, we zitten nu in zwaar weer, support ons. Snap je van hoe groot is de support terug? Want ik zie wel dat er uh, sowieso iets van support is. Maar er zijn ook nog te veel mensen die dan kijken van: ja, ik zie dat jullie last hebben. Chading, man. Ja, maar... maar jullie overleven het wel. <laughs> snap je wat ik bedoel? Ja, jullie ja. hebben een subsidie. Maar. <laughs> snap je? Dat is wel belangrijk om die platformen in de lucht te houden. We hebben door de jaren heen zoveel platformen al verloren. En het is wel, er komt wel steeds iets nieuws. Maar er is sowieso nooit iets geweest op het niveau als complex ...die zo invested was. Nee, ja, zie Want niet. We hebben een ParaTV-rapnieuws. Maar ja. Op een gegeven moment zitten zij wel op die model van ja, we kunnen blijven worden, maar er moet money worden dus, dus zij jou... zitten inderdaad ook van: hé, hey, hé, hey, toch? En zo heeft net een scheet gelaten. Hey, ja. toch? En je like. kan, of je kan gewoon, je kan maar en dan kom je erop. Dat, snap je wat ik bedoel? Dus ja, het is, is sowieso een super gemist. Uh, maar ja, hoe sustainable is het, zeg maar qua revenue wat er binnenkomt, om dat te blijven gaan? Of in ieder geval dat te laten lopen? Dus dat vind ik een lastige. Maar is het echt zonder money niet mogelijk, denk je, om zo'n platform te kunnen creëren? En hoef je niet hetzelfde te doen, want ja, ze nee, gingen wel auto op de box soms, want je hebt wel fulltime mensen ervoor op nodig. Dat want wel. je kan wel de hele tijd kijken naar stagiaires, maar die komen en gaan. Ja, dat ik kon, ik bedoel ik. Ja. Dus iemand die super invested is, je hebt een creative director nodig, dus je moet mensen pay. En die mensen ga je salarissen moeten geven. Dat. En op het moment dat dat niet binnenkomt, hoe ga je dat behouden op de lange termijn? Snap je wat ik bedoel? Kon, ja. En dat is gewoon waar heel veel platformen nu tegenaan lopen van... ...we willen jullie veel meer geven, maar het kan niet... ...want er komt niet veel meer binnen. En het besef is er nog niet echt bij de consument. Snap je, omdat uh, Kees van Bezig zei dat ook tegen mij van... ...ik vind dat promo gratis moet zijn. En ik hoor wat hij zegt van je moet ergens samen groeien... ...maar op een, je bent op een gegeven moment, ben je samen gegroeid... ...en ja. dan ben je even groot als die artiesten die ook groot zijn. En dan? Ja, dan mag, jij, dan mag de artiest wel, Jan... Maar jij ja, gaat alsnog ja, niet, Jan. Dus dan moet je gaan. heel de tijd, want dan zegt iedereen van... ...ja, jullie zijn niet meer voor de kaaltje, want jullie checken die nieuwe guys niet. Maar hoe moeten ze eten dan? Snap ik bedoel? Ja, dus ondaal. dat is het wel meer van, er moet daar een gezonde balans in zijn. En op het moment dat er geen uh, toestroom komt van inkomsten, dan ja... ...zoals je ziet, dan uh, zijn we wel een complex en al kwijt, man. Ja, man. Zonde, man. Rest in peace, man. Rip. Maar ja, daar, uh, waarom ben je het eens man? Ja, in principe is alles al gezegd, man. Ik, ik denk dat je in ieder geval wel nu kan concluderen dat, zeg maar, voor mij in ieder geval is het wel zo dat nu ze er niet meer zijn, dat nu pas wel het beseffer is van hoe belangrijk en hoe groot de impact van het Complex was. Hm. We dan los van de podcast, want wat we vaak deden is, oké, okay, we checken even nog wat daar gebeurt en we halen alle actualiteit daar, zeg maar, een beetje, weet toch? Kan je, kan je checken van is er nog iets gebeurd? Hm. Maar ja, als je dit nu weghaalt van het gat dat er nu is... Ja, wie kan het opvangen? Snap je van zelfs een, bijvoorbeeld een topnotch of zo... Heeft al, probeert een soort van actualiteit af en toe te posten of... Snap je, je ziet van heel veel mensen proberen nu in die gat te springen... Maar het lukt niet. Snap je van, iedereen doet op zijn manier, doet, doet zijn ding. Hm. Maar het gat, zeg maar, het gat wat, wat complex achterlaat... Dat is nu blijkbaar niet op te vullen door iemand anders. En ik denk dat nu pas bij heel veel mensen het kwartje valt van... Ey, wat zij deden, hoe, wat, wat de impact daarvan is. Ja, ik zie ook niet 1, 2, 3 iemand anders, zeg maar, die er al is dit doen. Dus ik, ik, ik heb ook geen antwoord hiervoor, man. Tenzij iemand het overneemt. Dat zou kunnen, natuurlijk. Ja, ja, want Parra is ook dat overgenomen, ja. toch? Okay. Parra is overgenomen. Parijs ja. over, dus het zou nog kunnen dat complex... Maar ja, dan, weet toch, ik ga niet in de technische... Parra dus is Parijs, details. Dus over, weer Parijs, dan weer overgenomen door volgens mij Tien iemand... Merk. Ja, toch? Dus niet iemand die per se de culture is... Maar ik moet zeggen, het wordt wel geprobeerd om een soort van. Uh, ze, doen hun best. ze doen hun best soort van, om Paratv wel de culture te houden. Dat, dat merk ik wel. Maar ja, ah. je hoopt gewoon dat soort van. De culture het overneemt. Ja, ja. Maar ik vind het in ieder geval wel. Weet je toch? Ik, ik, merk de, ik, ik merk het wel echt. dat zeg maar, Het gemis van complex, man. En ik, vind het, ik vind het zonde. Wat uh, missen ze? Uh, ja, wat man. Heel ze? veel dingen, zeg maar. Dat, wat ze deden, of, of tenminste niet heel veel dingen. Maar bepaalde dingen wat ze deden, dat is niet per se. Noodzakelijk of zo, maar gewoon de basis wat ze deden en zeg maar de maar ze post, de ons actualiteit. Van wel ja, man. Om dat. Over iets te kunnen ja. praten. Is dat dat, dus Doe. de actualiteit en zo, dat stukje. En dat is van nu pas besef hoe ze wegvallen, is van niemand anders doet het op die manier. En hm. dat is aan de ene kant wel raar, man. Als je kijkt van een hip-hop-platform of, of media-platform, dat. Dat dat er gewoon niet is. Dat, dat, dat dit de enige is die dat op die manier deed. Als je gewoon kijkt naar het normale complex, dus geen complex NL, mm. hoeveel hun posten per so. dag, in. dat slaat nergens op. Ik, ik weet niet wat voor redactie daarachter zit. Maar is Amerika bizar. is anders, man, Dat Het is bizar. Amerika is, Be is anders, Daar man. wordt alles gepost, man. Allebei de Benjamin's baby, it, man. Maar laten we naar stelling nummer twee gaan. Stelling nummer twee is: is de Nederlandse scene toe aan een nieuwe record label? Mm. So, eens, honderd procent. Oneens. Eens. eens. Hey. Oh, de eerste. Kijk, wat? is okay, 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 okay. <laughs> er leuk, uh, man. Oké, oké, wij. Zal ik hem staan? Ik, ik denk bij jou, ik denk bij, jou. Ik ja, denk ja, bij jou. Dat kan ah, okay. hij wat tegengeluid geven. Zo. Um, ik ben ja. het eens, omdat um, op het moment dat je gaat kijken naar de uh, geschiedenis van de Nederlandse rap scene, um, zijn de, de upcoming slash kleinere labels altijd belangrijk geweest. Snap je, als je kijkt naar zware jongens. Rotterdam Airlines, Need Reach, Wilde Westen. Zelfs een OJ Fam. Snap je van? Um, de grootste recordlabels als in een top Noj, Ark, uh, Sony Lezen. Ze kunnen niet iedereen vasie. Mm -hmm. Dus je hebt wel iemand daaronder nodig die dan gaat van die, op die onderlaag. Van toch. Ah, dat je bijvoorbeeld een Greco San of zo vast Snap wat ik bedoel? Um, en ik denk wel dus dat er een nieuwe label nodig is die zich meer gaat focussen zonder die pressure. Want ik vergelijk het altijd met Bali, van je hebt de topclubs, à la Real Madrid, Manchester. En daar moet je altijd presteren. Mm -hmm. En dat is ook wat de top notch in de ARC enzo is. Je moet presteren als je daar getekend wordt. Er komt een bepaalde druk bij kijken. En op het moment dat je een kleiner label bent, heb je die druk niet. Want je komt samen op met dat label van, je weet je, toch, laten we iets geks gaan flippen. En dan kan iemand zomaar een bus uh, creëren. Snap je? Zo hebben we een, een lijper gekregen met een Sonamo. Snap je? En gewoon heel veel van dat soort voorbeelden. Dus ik denk wel, hoe moeilijk het ook is in deze tijd om uh, zeg maar duurzaamheid te creëren met een recordlabel... ...dat het wel nodig is en ook voor veel verfrissing kan zorgen, man. Ik hoor je. Maar wacht voordat jij gaat, want jij weet toch, ik, om dit zo'n keer te beamen en mijn take daarover te geven is... ...dan gooi ik het een beetje op de romantische boot van... ...ik zou heel graag een nieuwe Rotterdam Airlines willen zien... Met zeg maar wat ze hadden met de Seven, met een Kevin. Snap je dat het een beetje dat die kam was met z'n allen? Uh, wat de Avalon heeft gehad, wat de Wilde Westen heeft gehad. En ik denk dat dat ook gewoon heel gezond gaat zijn voor de scene. Want mm. je hebt nu de topnotch, je hebt nu de Noah's Ark, dat in principe gewoon één is. Snap je? En het is een soort monopolie. Van waar ga je naartoe? Je wilt gecijnd worden, ik ga alleen daar naartoe. Dus ik denk dat het belangrijk is en dat er ook gewoon een hele nieuwe sound kan ontstaan, of een hele nieuwe wave kan ontstaan. Op het moment dat er zo'n label is, die gewoon zijn eigen ding doet en daartegen ingaat. Hm. Dus ik denk dat dat altijd goed is. Ik denk dat Monopolie maakt niet uit in welke uh, scene of welke, welke, wat dan ook. Dat dat niet zeg maar gezond is. Dus sowieso om voor de diversiteit alleen al, denk ik dat er een extra label nodig zou zijn. En Warner heeft het heel even geprobeerd, ook al zijn major. Ze hebben het niks, even hoor. geprobeerd. Het is niet gelukt. Misschien weet je toch. Dat het nog lukt uiteindelijk. Sony is nu bezig met Sony-lezen en met hun ding wat ze doen. Maar voor de rest is ze veel te weinig voor diversiteit, vind ik, man. Van alles is maar daar. Ja. En ik mis gewoon wat Rotterdam Airlines heeft neergezet. Shoutout naar hun toen. En wat de Wilde Westen bijvoorbeeld heeft gedaan. Wat de Avalon in die beginfase heeft gedaan. Ik mis dat gewoon, man. Dus ik hoop dat er nog iets, zoiets kan ontstaan. Dat er een nieuwe label opstaat. En ook gewoon zo'n weef creëert, man. Het zorgt voor verfrissing. Oké. Okay. Ja, ik denk vooral een soort van um, dat er geen gat, dat er geen soort van geen, per se, een gat is die de majors slash de wat iets grotere labels, als bijvoorbeeld een Hellecash of zo um, niet zouden kunnen vullen. Wat een nieuwe label wel zou kunnen of zo. En ja, maar Hellecash als nog affiliated met Topnotes hè? Ja, toch, maar ja, het is in principe wel gewoon een label die opgezet is los van Topnotes, toch? Ja, nee. nee oké, okay, laten we zeggen, nee, oké, okay, haal ik hun weg. Laten we zeggen, de, de majors. Dan, kunnen we, dan, kan ik, dan kan ik zeggen, um, dat die, die ruimte kan, dat denk ik dat alsnog dat TopNoors bijvoorbeeld, of Noah's Ark, zeker probeert die ruimte te vullen met, met jongere artiesten. Ze hebben het sowieso laten zien met gevestigde artiesten. Maar ik denk ook gewoon dat er op dit moment wel gewoon genoeg kleine labels al zijn die die ruimte gewoon niet vullen. Want bijvoorbeeld, je hebt een ADF, je hebt een. Een, een Kevin met zijn label. Je hebt een. Als jullie dan niet. Een Helle Cash met zijn label. Je hebt een 7-7 die nog steeds. Bestaat. Ja, maar alle labels die je noemt hun hun... zijn affiliated met Sony of top. Waar, waarom, waarom vullen hun die gat niet? Zeg maar niet. alle labels die je opnoemt nee, zijn. Maar maar precies, affiliated. Maar hun, ja, maar hun zijn affiliated, maar ze zijn alsnog een kleinere sublabel. Want waarom heeft een Helle Cash wel een filie en een bokker gezijn dan? Zeg maar, Topnet zou misschien die signing niet maken. Dus zeg maar, die ruimte is er wel gewoon. Z die ruimte wordt gewoon niet gevuld. Want een, uh, slow, uh, bijvoorbeeld een, 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 een Kevin heeft getekend. Uh, Nathan, hij heeft getekend. Uh, Gore. Wie is die? Gore. Zeg maar ja, het is niet dat hij een big, big gun of zo. Dus die ruimte is er wel, alleen die ruimte wordt gewoon niet gevuld. Die labels die, zijn die, die, er die wel, die maar het wordt... wordt gewoon niet gevuld. Ja, maar, 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 ja wat, wat, wat is dan? 7-7-7. Zeg maar ze bestaan nog steeds, hè? Ze hebben volgens mij nog steeds Delaney onder hun. Dus zeg maar, er zijn tekenenlijnen die ze maar waren. Ze vullen die ruimte niet. Ja, maar zijn ze echt super actief en zijn ze echt volledig. Ja, ja, ja man, ze zijn er gewoon. Nee, man, man zeker niet, man. Denk jij? Oké, okay, gewoon een vraag, dan ga ik hem zo voor jou drijven. Ja, waarom zijn jullie dus, niet actief? Dus waarom is, dus Helekes is niet actief. Nee, Kevin okay. okay. is niet actief, met zijn label. Mag lepel? ik mijn vraag stellen? Ja, vertel. Oké. Okay. Zou als je nu Slow Flow, uh, zeg maar, die, die Animal Stories, als je dat neemt en je neemt zeven, zeg maar. Als jij dat nu neemt en jouw topnotch weg. zou dit sustainable zijn voor een label? Ja, dat weet ik niet. Maar dat, nee, dat dus, weet je wel. Het is, het is want dat kan je, wel, je wel zeggen. Wat doen die Hoezo artiesten? Dan? Wat voor nummers draaien hun? Denk je dat hun zouden kunnen overleven alleen puur wat hun nu doen? Dus zijn ze echt proactief? Doen ze wat een label zouden moeten doen? Nee, maar, maar ze, zijn, ze zijn er toch? Ik snap het niet. Maar ze zijn wil ze van zijn, ze, ze hebben een samenwerking met Topnos, toch? Ja, toch? Maar wat is, die, samen, wat is die samenwerking dan? Dat, dat, dat alles, weet jij niet, toch? Dat alles. weet ik niet. Tuurlijk weet ik dat nee, wel. natuurlijk weet jij dit ook. Ze hebben een, ze hebben een joint venture. Ja, toch? Dus al die, 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 die zakelijke dingen en alles okay, worden maar, opgepakt maar wat, wat door. Oké, okay, maar wat tekenen hun allemaal? Ze tekenen geen big guns of zo, toch? maar, dat, zeg maar de gaat artiesten niet worden er toch? maar, wel? Gaat maar dus, dus niet dan om, zijn ze er toch? Ze zijn er toch om de ja, jongens te tekenen. Ja, maar alleen ze vullen een Ik denk dus dat dan van. de betere vraag is: waarom wordt die gat niet gevuld? Want ze zijn er. Er hoeven geen nieuwe te komen. Ik heb geen nieuwe Hellcash nodig. Ik heb geen nieuwe uh, Animal Stories nodig. Bro, waarom vullen hun die gat niet? Dat is dan de vraag toch? Maar heb jij, heb jij mij, nee, maar ik ga okay, nee, nu praten. hun die gaat niet? Maar dan. heb jij Hellacash? cash? Heb, nee, lost Hellacash. Want dat is de enige label waar ik oprecht gewoon uh, last van heb met de signings en de de. Zeg dus maar, je hebt geen last van de product. animal stories. Ofzo? Nee, nee man, tekenen, man tara, ik, tekenen, tara, ik heb geen last daarvan. Die boys man. draaien geen cijfers ofzo. Nee man, zeker okay. niet man. Zou jij nu, okay, niet, maar leg, maar zou de nu nu op dit moment zonder animal stories kunnen leven of niet? Of maken hun zo'n dusdanige impact dat je zegt dat hun nodig zijn? Nee, maar daarom zijn ze groene. Dat zijn nu een vraag, maar, toch? Ja, maar nee, maar ze hebben nu geef antwoord op mijn vraag. Nee, maar Dat dus is een domme vraag. Wat 7-7 wat, eh, wat wat begin... op dit moment dus, doet. Het is een domme wat vraag 7... wat je zegt, bro, want Esco had wat... in het begin ook een label. konden hun leven zo, in het begin zonder Joselfia. Ja, zeg, in ja het toch begin. Nee. Ze je konden zegt, leven begin, zonder Joselfia, maar nu heeft niet gedaan. meer. Wat Hoe Emma is... Stories bestaan misschien niet eens een jaar. Ja, maar wat nou? Jij kaart hun aan. Ja, precies. Dus ze zijn er een jaar. Wat omdat zij er zijn? Omdat zij zijn, heb je geen andere labels nodig. Dat zeg jij, want zij zijn er al. Nee, los van hun Los van, van de hun zijn scene er nog nu meer. dat je zegt van, dat je hun nodig hebt. Als je kijkt naar wat Airlines heeft betekend voor de scene. Wat Wilde maar West heeft gedaan voor bestond, de scene. Maar Airlines bestond toch ook al langer dan een jaar? Ja, Hoeveel Airlines wat heeft hun... tijd toch gehad om maar te maar groeien kijk, toch? Kijk wat, ja, maar kijk wat hun hebben gedaan in die, in die, in die, in die, in die drie jaar. Maar wat hebben in de eerste hun vier jaar gedaan? gedaan? Dan niks ook toch? Ze waren nee. alleen maar zo'n freestyles aan het bossen in het ding. Dat kan je niet vergelijken toch? Hoezo? Het heeft tijd nodig Maar toen had je geen. Oké, maar kijk naar Wilde West dan. Kijk naar Wilde West dan. Wilde de West heeft ook tijd nodig gehad. ik heb interviews van Rotje gezien. Hij zei uh, Louis Vos ja, wie... en B kwam kwamen lang in de studio. Drie jaar voordat hun bloedde. Ja, maar wat, Boe, heeft, wat tijd... heeft dat ergens mee te maken dat dan? Dat we bij Wilde Westen zaten. Maar wat, wat heeft dat het... ergens mee te maken? Poen, nu met het met tijd nodig. Het gaat om het recordlabel Wilde maar, Westen. Okay, Kijk wat dat betekent wat was, wat voor de, de scene. Hebben we nieuwe labels nodig? Boe, er zijn al labels die tijd hebben, nodig hebben om te groeien. Mapa, luister, dus punt, er zijn geen nieuwe labels nodig. Het punt man. is, je hebt de majors. Je hebt een topnotch, je hebt een Ark, je hebt een Sony. Dat zijn nu de grote spelers in de scene. Zij hebben die sublabels, dus een Hella Cash, ze hebben een 7-7, ze hebben al die sublabels. Mm -hmm. Dus ze zijn alsnog daaronder, mm -hmm. dus zij profiteren alsnog. Maar en ze zij kunnen tekenen wie ze willen, toch? Juist, en zij bepalen mee. Dus alsnog hebben zij een vinger daarin. Maar in ze de kunnen park. tekenen wie ze willen, gaat, willen, toch? Het gaat erom dat je een independent label krijgt die zijn eigen ding kan doen, een frisse wind kan, zor voor kan zorgen. En dat kan niet bij die labels, alsnog zit topnotch in die, in die, in die, in die, in die in die dingen, toch? Maar ze, ze kunnen tekenen erin. wie ze willen, toch? Zou, 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 um, zou Top Notch of, of Nathan nee, niet, niet, niet of, of Nathan hoe jij tekenen? Zeg, man. Alsnog... Maar zou, zou Top Notch Nathan of Gore tekenen? Nee. Maar alsnog, dat helpen... is toch vanuit Kevin gewoon, toch? Ja, toch, maar alsnog. Moet wat... je Top Notch zo... K tekenen in het begin? Nee, toch? Asafar bestond, bestond al vier, vijf jaar voordat hij getekend werd bij Helle Cash. Boer, jouw dingen zit... heeft hem getekend omdat hij hem kent, toch? Ja, toch maar en alsnog... hij is gebloot, toch? Maar Alsnog zit dus Topnotch als, daar in de, in de dingen. Ja, toch? toch? maar het is geen keuze van Topnotch. Het, dus met... het is Luister, een keuze van je Kelfio. heb Met sublabels heb ik, heb ik onderhandeld. Uiteindelijk heb ik met Topnotch gesproken. Oké, okay, maar noem één artiest dus die die topnoos... sublabels nee, heeft getekend. Maar alsnog zit Topnotch in die Ja, Maar wat is de Alsnog zitten zij in de kat. Dus het gaat erom, heb je een, een nieuwe label die gewoon fully independent is, die zijn eigen ding kan doen. Want op het moment dat jij nu met zo'n label gaat praten, dan praat je nu met die label, maar die label zelf moet alsnog toestemming vragen aan Top Nee man, dat is niet waar man, dat is niet waar man. dat is broer, niet ik waar. Ik leg je uit dat niet ik om dit heb meegemaakt. Seinen, niet om iemand te seinen man, niet om iemand te zijn. man. Dus, dus Top Notch zou Boer en Nathan zijn. zonder dat ze enige poko's hebben uitgebracht? Hey, Natuurlijk niet man. Zij moeten toestemming geven dus Dit is toch Kevin Satori? Oké, okay, dan niet. Het is toch Kevin Satori man? Laten je wilt nu een discussie met mij me gaan maar ik heb dit letterlijk meegemaakt. Die moet zeg, man. akkoord geven. Notch heeft een joint venture. Dat is 50-50. Als ik met jou een onderneming zat, 50-50, dan kan jij niet alles doen wat jij wilt, manpa. Dan moeten wij allebei akkoord geven. 50-50. Okay. Dat is een dus joint top, venture. Als dus TopNuts zou een Gorf, Nathan en Nathan uit, maar ze moeten dat akkoord dat maakt geven. Uit. Ze moeten akkoord geven. Maar ze geven toch? akkoord, toch? Maar dan, dus hebben dat, dat moeten moet doen, vanuit Kevins' visie. Ze dus hebben het mag moeten bepalen doen dan toch? Dan nee, tuurlijk niet. Als Topnotch nu zegt van we voelen dit niet. Het is een joint venture. Venture, je doet het 50-50, je moet allebei akkoord teken, zijn. Waarom hebben ze hem hun niet getekend dan? Wie? Waarom hebben hun Gore en Nathan niet maar getekend? Maar wat, wat heeft dat de Ze moeten akkoord geven zeg ik toch? Ja ik toch, nu, maar dat dus, maar het is dus Kevin's doen. visie dan toch? Maar ze hebben akkoord moeten ja, geven, toch, dus maar het vanuit het is niet Kevin's voelie, is toch? visie, toch? Boy, ik, snap ik snap niet wat, wat je hier nu gebeurt man. man. Ik snap niet ja, wat hier een beetje Je hebt een gelijk, je hebt een visie gelijk. Maar let's agree to disagree, want jullie gaan er niet uitkomen. En omwille van tijd. Laten we doorgaan naar de volgende topic maar jongens. Want we ja. hebben nog één stelling en dat is... Is de top notch class of 23 geflopt? Ja of nee? Wie is eens, wie is oneens? Gillemem, hij is een rood angry bird. Flop. <laughs> Flop zelfs, oh dear. Eens of uh, oneens? Niet geslaagd man. Niet geslaagd dus eens. Stop? Eens, 100%. Ik ben het ook eens, zeker. Um, ja, toch? Je zit nog in die fire. Ik, zit ja, nee, ik ben in ja. die ik, <laughs> ik ben relaxed, ik ben relaxed. Ik ben relaxed. Waarom is het een vlop? Want je kwam met vlok. Huh? Ja, het het, soms moet je gewoon eerlijk zijn, toch? Waarom is het geflopt? Uh, als ik kijk naar heel dat, heel dat project, zeg maar, gewoon van Topnotch, heeft, heeft daarvoor al artiesten gesigned, daarna artiesten gesigned, maar ze hebben hier wel echt een ding van gemaakt van ey, Class of 23. Een hele lichting gegijnd. van dit gaat het worden. Dit wordt de nieuwe dit. dit wordt de nieuwe dat. Iedereen heeft zijn kans gekregen in ieder geval. En als je kijkt, denk ik dat. Ja, Sigi en Dins hoorden voor mij al lichtjes niet daarbij. Maar zij zijn de enige die ik echt 100% vind die wel geslaagd zijn. Mm. En het nog steeds echt kicken. Maar voor de rest, ja. Sulema doet nu haar ding. Uh, LeBlanco ben ik ook gewoon echt positief over. Romijn doet iets kleins. Maar als je kijkt bijvoorbeeld wat, ja, wat Levi heeft gedaan. Wat uh, andere artiesten hebben gedaan. Brooksart heeft volgens mij één EP daar gedropt. Um, wie heb je nog meer? Farao. Ja, ik denk niet. Reani, trouwens, daar moet ik wel zeggen van. Ik vind dat zij deze zomer wel echt heeft gekikt en een stijgende lijn inzet. Maar voor de rest denk ik dat in zijn geheel dat dit niet de lichting is die. Uh, soort van die nieuwe, nieuwe wave zou worden of wat dan ook. Van dit is die nieuwe lichting hm. die topnotch naar de next level gaat brengen of wat dan ook. En. Ja, ik denk ook als je, naar de andere, als je het vanaf de andere kant bekijkt, dat hoeveel deals zijn stopgezet of wat dan ook, dat je je conclusie al heel snel hebt. Dus ik denk dat dit gewoon echt letterlijk een geflopte lichting is. Dat is letterlijk... Oké. Okay. Uh, ja, ik ben het sowieso eens met de stelling. Um, waar Top maar ook andere labels gewoon mee moeten kappen, is het proberen te rewriten van New Wave. Weet je, het gaat gewoon niet meer gebeuren. Laat dat. Het ja. heeft geen zin. Snap je, je ja, hebt de Real Wave gehad, was ook zomaar. Uh, nu de Class of 23. En ik snap dat het zeg maar voor die snelle baga heeft gewerkt. Van je weet je toch, hé hey, uh, Solando, wat gaan we doen? Oh, jullie willen in de klas, let's go. En ze hebben de money gemaakt. Korte termijn, denk je, Snap je? Want ik denk wel op het moment dat je gewoon al die artiesten individueel had gepusht. en gewoon die focus daarop had gelegd. Had het veel beter voor ze gewerkt. Uh, wat je ook zegt: uh, Sigi en Dins hoorden überhaupt niet in die klas, maar Leblanc ook zeker niet. Dus die twee moest je eigenlijk al der, uh, eruit laten. En dan heb je de rest nog. Ja, een brookje, een die was sowieso moro aan voordat hij getekend was ja. bij de ARK. Dus zijn EP was sowieso wel Yusu. ik had wel echt last. Maar hij heeft uiteindelijk niet geleverd wat hij moest leveren. Snap je? Qua cijfers. En uiteindelijk is de ARK en topnoorders, het zijn commerciële bedrijven dus, er moet gepresteerd worden. Uh, als ik kijk naar farao, oh ja. Volgens mij één tune gedropt. Uh, na die, uh, die klas. Twee. Twee, kijk daar. En het was het gewoon niet. Een mismatch. Uh, zit de potentie in, zeker nog wel. Maar zonder topnotch. Snap je wat ik bedoel? Um, Riani, meeste groei laten zien. Dus SO, na, SO naar haar sowieso. Uh, ja, Levi Romein. Nee, nee, zeker niet, man. Dat was. Hey, toch, ze hebben het geprobeerd, het is niet gelukt en ik zie dat ze Romain nog steeds aan het pushen zijn uh, met die tune met Milo. Dan denk ik van ja, Milo, hij heeft wel gewoon die bus. Ja, <laughs> dat is wel. raar hè? Ja? Hij heeft die bus. Mm -hmm. omdat... Hij laat het lukken. Hij laat het lukken. <laughs> lukken komt het natuurlijk over. Hij heeft gewoon iets anders, snap je? Ja, het is hem komt het, natuur het kom natuurlijk over. En gewoon, bij Romain heb ik wel altijd het gevoel van, ze proberen iets van hem De te nieuwe maken. nieuwe heel kleine, het, kleine uh, nieuwe, Ja, bij hem het, het moet zeg maar, het moet. En nogmaals, hij, hij is niet zo kaka als dat het gebracht wordt. Zeg maar, ik hoor en ik, die visie wel. van hij kan iets doen. maar het moest in de luwte. Ja. Snap je? Dan had hij rustig kunnen bouwen. Maar nu is het wel presje van waarom is deze guy getekend? En hij moet presteren? Nou. Nah. Ik, ik, vind, ik vind bij hem dat het tekort op Leo Kleine zelf zit, man. Van Leo Kleine zelf is die guy. En het is gewoon wel. Ik krijg echt gewoon elke keer die Leo Kleine vibes van hem. Nee, honderd. Dus ik denk dat dat juist het, het. Ja. Dus in ieder geval, mijn eindconclusie. Gewoon stoppen met lichtingen proberen te vormen. Als het uh, natuurlijk gaat, dan gaat het natuurlijk. Snap je wat ik bedoel? Uh, want heel, wat heel veel mensen gewoon over het hoofd zien... is dat New Wave was wel de Avengers letterlijk van ja, de maar, nieuwe lichting. Klopt. Het was niet dat je een paar onbekende guys bij elkaar had gegooid. Ze hadden bijna allemaal al een bus gecreëerd... en ze werden samengezet. Het was gewoon bedoel? crème de la crème. Dat, de crème de la crème van dat wat nieuw was in die tijd. Daarom is het New Wave. Je kan dat niet opnieuw creëren. Op het moment dat je zoiets wil doen... dan had je bijvoorbeeld een Samsky, ka, Asha ja, van, joh die moet dat soort mannen bij elkaar moeten zetten. Mm -hmm. Dan had het kunnen lukken. Maar, maar niet, niet met mannen league, die beginnen vanuit nul... en dan een presje zetten van... en nou, kijk, dit is ons nieuwe klas. Dan kijkt iedereen van... Oh, wat voor panpan gebeurt hier? Snap je wat ik bedoel? En dat is zonde, want ik heb vorig jaar ook al die take gehad van... individueel kunnen ze allemaal zeker wat... maar bij elkaar, dan lijkt het wel op een... Uh, bij elkaar geraapt hoop je van. Ja, maar die druk is al, maar is die, dit het? Snap je? Is dit je hoop? En dat hadden ze gewoon niet meer Maar Die, moeten druk, doen, die man. druk wordt al te veel, want er wordt altijd vergeleken. Er wordt vergeleken En dat ga, ga je niet halen. Vooral met hoe je het ook anders noemt, een Klaas of een New Wave of de real Wave. Je gaat toch altijd kijken: oké, okay, als ik een groepje zie, is het iets van New Wave? Nou, nah, laat dat, snap je? Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is voor mij, man. Jij dan? Ja, ik denk dat jullie sowieso heel veel hebben gezegd. Maar om dan soort van een korte samenvatting te geven van wat ik als idee had, is van... Er waren negen artiesten in die klas. En dan even los van of mensen erin horen of niet. Negen artiesten in die klas. Sigi en Din zijn voor mij geslaagd. Le Blanco is voor mij geslaagd. Riani is voor mij geslaagd. En dan heb je vijf artiesten over die niet zijn geslaagd. Dat zijn voor mij... Ik denk nee, dat heb ik even samen... Levi, eh, Levi één release. Uh, Yassine en Farah 2 twee releases. Sulima. Uh, drie releases, hmm. uh, Brokey, één EP, EP. En allemaal geen impact gemaakt. Daar gaat Maar ook, ook, ook los zeg maar, van zeg maar, super impact of wat dan ook. Ik zie ook niet een bepaalde visie of een plan. Of weet toch dat ik. Nee, man. En als ik het dan vergelijk met andere artiesten. Bijvoorbeeld, als ik, als ik meer kijk naar die TikTok. Ik noem het dan een beetje die TikTok-generatie. Uh, TikTok die artiesten die daar zeg maar, echt op stunt en, en hun ding doen. Daar zou ik eerder naar kijken. Maar als je nu kijkt, een, 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 je hebt een kleine John, een Chavante, Dior die dan bij Avalon zit. Maar meer als je naar die, die kant show. kijkt. Boe, die mannen maken broken, man. Ze maken. Er, ey, ze doen hun ding. Snap je? En dat zou je dus moeten willen hebben. Voor, dat is een, daar kan je wel met chess achter zeggen: van dit is een nieuwe lichting. Van hier kan ik me, hey, toch mijn geld op zetten. Van dit gaat het voor me regelen. Ja. Maar niet ja, zomaar onbekende mensen en, die. Hey, toch? En dat versterkt het ook. Want zeg maar, het is niet soort van dat niemand nu doorbreekt of zo. Nee, er zijn genoeg andere artiesten genoeg. los van deze klas ja, die man. aan het doorbreken zijn. Dus die ruimte is er wel. En genoeg is ja. er wel te veel wat je nu geeft. Hè. En er, je zijn, geeft. er zijn gewoon artiesten ja. die. Er zijn vanaf artiesten 23 die een die aantal, maar hoor. Vanaf, nee, maar, ja, maar hun zijn ook maar een aantal, toch? Dus vanuit van de ja, negen. Echt veel getekend, hè? Van, van de negen zijn er niemand, niemand heeft het gekeerd. Nee, niet niemand. Weinig, niemand tot weinig hebben het gekickt. Van de, wat ik zeg, van de negen uit deze klas hebben. Dus zij drie, drie gekickt. Ja. De, de, voor de andere ja, valt ja, geen case ja. te maken. Maar okay, je gaat nooit negen uit negen scoren. Ja, nooit. Ja, eigenlijk, nee. je drie kills? Nee, dus nee, nee, maar bij New Wave is het ook niet 100%, toch? Er zijn ook gewoon mensen die afgevallen zijn bij New Wave die niet hebben gekickt. Dus die 100% moet je niet willen aantikken, maar drie is wel te weinig. Wel een stuk weinig. meer artiest. Ja, drie is wel te weinig. Maar ik denk dat je wel kan kijken als je kijkt... En die laten we zeggen, die artiesten hebben het... Zeg maar, Siggy en Dins zijn daar. Wille Blanco ja, en Riani zijn... Ja, ze, zijn doen gewoon, ze doen hun ding. Ze hebben gewoon een bepaalde impact gemaakt in hun, ja. in hun, in hun, in hun vijver of zo. Snap je? Ze zijn van, oké, okay, time, je ik wel heb het nu op de ding raden, zeggen. Het is niet ik dat ze daar zijn. Persoonlijk denk ik wel dat Jesse nog wel echt iets gaat kicken, man. Persoonlijk. Ik denk het wel. Hij heeft gewoon super weinig gedaan... Maar bij hem hoor ik wel gewoon, hij is echt Ik vind hij hem in ieder geval wel giftig. Ik dat vind hem wel giftig. Ik had niet verwacht man. dat hij zoveel. Nee, maar ik vind hem wel hadden, echt giftig. met. die Joen het... was nog voor die. Voor die voor ja, die, die Wild, ja. Wild West was daarvoor. Maar ik, ik vind hem wel giftig. En ik denk wel dat hij gewoon echt iets kan doen. Maar ja, dus hem, bij hem heb ik nog wel die twee voor geval. Maar voor de rest, ja, ik denk inderdaad, ik sluit me wel aan bij jou. Van, ik denk dat als je kijkt in de tussentijd, we zijn nu bijna anderhalf tot twee jaar verder dat. Vanaf begin 2023 dat je wel genoeg artiesten kan opnoemen die wel iets hebben gedaan. Meer, waar je, waar je meer, zeggen, meer, meer hebben, hebben gedaan. gedaan. Waardoor je kan zeggen van in die te, En dan hoef, je hoeft niet per se op dat moment te zijn doorgebroken, hè, maar wel je doorbraak hebben gemaakt. Snap heb je dat stukje? En dan denk ik dat je wel echt veel artiesten kan opnoemen die, die je beter meer had kunnen zien. Ja, man. Dus voor mij Het is dus niet een soort van dat het einde-story is of zo, hè? Het is eh, gewoon ja. voor van de. de, de soort van, we zijn nu denk ik iets meer dan een jaar verder dan hebben ze gewoon is het gewoon gewoon flop hmm. maar zit er geen bijvoorbeeld in Sulema heb ik wel echt zeker vertrouwen en heeft, start, zijn, heeft zeker maar hebben ja, maar hun in het een gaat, jaar geleverd het gaat om wat ze zouden moeten doen nee man soms moet je als je weet ja. toch als je het over klassen en zo hebt soms moet je een klas overslaan soms moet je even blijven zeker, zitten precies. soms moet je precies, naar een andere zitten, soms ja. moet je naar, soms moet je naar een andere school ja. alles Spesial kan onderwijs. gebeuren nee kijk jij gaat weer joh. <laughs> Maar in ieder geval voor mij is de totaliteit, zeg maar, heel deze klas, kan ik niet, zeg maar, die pers geven. Nee, man. Helder, man. Helder, Postgegevens. Dan gaan we naar, ja, uh, topspot. Hmm. Als we het over New Generations hebben, okay. Frisse Saus. Uh, dan uh. hebben we iemand uitgekozen en we zeiden in principe al een paar maanden geleden, of oeps, bedoel, minimaal een maand geleden, van als we weer gaan starten, is deze guy sowieso tospunt no, 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 nummer uno. No, en no, we, no, we no, hebben no. het over Bilou Bello, Bello. Bello. Huh? oeps bedoel, 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 bedoel. Illy. Uh, ja, is man. Wat? Deze mag jij over man. Die guy kwam zo dom binnen, man. Ik was natuurlijk weer eens op trats. En ik ben aan het scrollen, scrollen, scrollen. scrollen en ik zie opeens... Uh, wie die guy ook weer? Jiri 11. Jiri 11. En is hij it? zegt opeens: Hé, hey, deze guy moet je checken, want hij is de savior van de scene. Kijk, zover ga ik zeker niet. <laughs> hij is geen savior. Maar ik klik op die Tory en die guy is fris normaal. Pam, pam, Ik hoor die guy opeens bars. En ik versta bijna niks, hè. Dus dat is het gekste. van ik hoorde die guy daar. Uh, 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 dat <laughs> ja, ja. <laughs> ja, ja. Zeg maar die guy, hij is net een paar jaar in Nederland, ja. plus hij heeft nog die... Je weet, toch hier Limburg, zijn, toch? Limburg, 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 dus maar rouw, rauw. rauw. Ja, gewoon echt, want, man, je toch, van iemand die super veel zin heeft om te rappen, hij begint net en hij laat je gewoon gelijk zien van, hé, hey, je weet toch, ik kom je halen man, mm. en dat is wat je, wat ik terug hoorde, dus ik dacht van ja dit is ik, 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 ik geloof in een sprookje man <laughs> ja. ik geloof ja, in een ja. sprookje ik repository van hey darba to the moon ja. en ja je weet toch het heeft sowieso wat losgemaakt toch, hij kreeg opeens een, een funny sessie opeens, van iemand die links Opeens, doen. we noemen geen namen, we noemen geen namen. Weet toch, uh, maar goed. Maar hij geeft ook geen co ja, voor heetje, die dingen, maar hij is een Hij komt met zo'n teken op TikTok ja, van, aangek. ik zag het daar, alsof het niet bij mij zag. Maar we laten het, we laten het Maar toch, kleine take. Wat is hij eenhoed deze dag. Nee, maar wat ik dus ook zo hard vond, vooral bij die funny sessie, is die ondertiteling hij het werkte. En ik denk dat hij sowieso, als de clips, alles wat hij nu moet doen, moet met ondertiteling. Ja, dat heb hij, heeft mij wel geholpen. Je hebt het nodig, je hebt het nodig. Je oké, okay, wat zegt die guy allemaal? Gaat nee, nee, nou, het <laughs> Je bent <laughs> ben ja. helemaal in die toren. Ik Hé, hey, zo, wacht even. <laughs> dat is voor. Ik, ik weet niet of je een boei aan het teken hebt. Mag ik iets kleins even je nog toevoegen? Want meer. ik heb niet superveel. Zeg maar, maar bij, wat, wat ik bij hem had, van jullie waren al, zeg maar, om het, om het zeg maar even aan te duiden, van, jullie kenden die guy al, jullie gooiden hem toch in de kat. En toen pas ben ik die guy gaan checken. En het eerste wat ik bij hem wel had, was van, hey, door love it, man. Of je, of je vindt dit echt niks 100. en je kost die guy echt een Of je vindt dit van, ja man, dit is die next guy. In die comments zie je dat ook letterlijk gewoon gebeuren, man. Van 80 procent, je hebt meestal meer haters voor als je, zeg maar, young boy nog bij je bent, net upcoming. Dan heb je ook meer haters. Want er zijn een aantal, zeg maar, comments dan die, die fully gaan van, ja man, harde guy, dit, dat. En heel veel mensen die helemaal los gaan over die guy. maar en dat had ik wel bij hem. Van, ja, of je houdt ervan of niet. Maar zijn sound is wel. Ja. Yes. Is fris en uniek, vind ik wel. Zeg maar voor, voor de Nederlandse zien is dit wel. Zeg maar iets verfrissend wat, zeg maar, wat, wat we nog niet hebben. En hij heeft wel echt weinig nodig. Zeg maar hieromheen. Om door te breken. Van, hij hoeft niet heel veel te veranderen aan dit. Van hey, dit doe love it. Maar het maakt geluid. Het komt. Zeg maar op je netvlies en je ziet het. Snap je? Dus. Hij hoeft, hij hoeft niet heel veel te veranderen. Hij, tuurlijk heeft hij verbeterpunten. Maar zijn flow, zijn, zijn delivery. Hoe hij doet met die, met die gouden tanden: alles, zijn delivery, zijn, zijn, zijn appearance. Het, het, het werkt wel, zeg maar. Nee, dus maar, dit is dus echt een perfect voorbeeld van... Hij moet niet met ENA's of zo Nee man, hij moet zo blijven ja, nee, 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 man. Je hebt potentie en ik denk dat jouw zou hier naartoe kan. Nee man, laat die guy met rust. Honderd. Laat hem gewoon doen ja, wat hij, waar hij goed in is. Honderd. Laat het met rust. Honderd. Gewoon geen rauwe randjes weghalen. Nee. Van hoe laten we een hit maken of dit. Kan nee, nee, altijd nee. nog. Hij moet gewoon zichzelf blijven man. Nee toch, gewoon zijn wave creëren man. Ja man, dat heb ik bij hem. En ja, een beetje wat ik... Het is misschien lang geleden, maar bijvoorbeeld... Ik had dit ook bij Lil Saint, zeg maar, van, hij is gewoon hoe hij is, je moet die gimmick die moet je niet willen veranderen, mm. laat hem gewoon hoe hij is, laat hem zichzelf gewoon ontwikkelen, laat hem vrij zijn. Hij heeft niet veel nodig om zeg maar, bij te schaven dat men hem of goed gaat vinden of slecht gaat vinden van dat narratief is, is er al. Van, hij is zo uniek op zijn manier, laat die guy zijn ding doen, laat hem rappen, laat hem, hij moet wel meer poko's gaan uitbrengen. Maar ik denk dat hij weinig nodig heeft, zeg maar, om zeg maar, echt wel bekend te worden. Of, of weet toch? Of, of bekendheid te krijgen, man. Dus mm. dat stukje heeft hij sowieso al. Ja, ik geloof dat hij sowieso de next best mokker thing is, zeg maar, in Nederland. En om soort van jullie eigenlijk, want jullie hebben heel veel alles al gezegd. Maar om, om toe te voegen is inderdaad dat hij... Um, het is hated or love it. Mm. En doordat het hated or love it is... hoef je niks toe te voegen aan die guy. Want de mensen die van hem houden... houden van hem om hetgeen wat hij mm. brengt. Dus je moet hem niet iets anders laten doen of zo. Nee. En dat is... ja, Voor mij was het eerste wat hem was... een stukje rauw. Boe, die guy heeft niet eens een Spotify-account. Nee. Je, je, <laughs> je hebt niet eens een Spotify-account. Weet je hoe rauw je dan bent? Nee. Je hebt gewoon twee dingen op YouTube. Ja, die twee go-to-tv's. Nee. Die wilde wiri zo. Die doorzichtige plannen... Ja, hij heeft soort van wel... Ik weet niet of hierover nagedacht is. Maar als ik dan die naam Illy hoor, denk ik van... Als ik naar hem kijk, denk ik van... Illegaal. Jij bent een illegale ja, guy, man. Snap <laughs> je? Dus in die zin, ik ben gewoon super benieuwd wat hij het komend jaar gaat droppen. En ik geloof oprecht in dat hij de next best thing is, maar ik heb hem ook gewoon van zo dat dat man, van jij gaat ook nog een paar domme dingen doen nee. waardoor je gecanceld gaat worden. Zeker, zeker. Maar, zeg maar, maar ze je kunt niet cancelen. Je, je kunt niet cancelen, ja, want je hebt een soort van, jij bent al binnengekomen ja, ja, met toch. een soort cancel. Hij is die glitch in de matrix. Bent al een hij is die glitch in de matrix. <laughs> Bro, die die bar, man, zeg maar. Uh. Niemand zou hem zo flippen en hij komt gewoon met. Fuck Omari Selma. <laughs> <Hij> <laughs> weet in plaats yeah. Selma je weet toch Fuck Omari Selma. Dus ja, wat hij uh, doet, uh, is nee, crazy. Is, man. Is en ik denk inderdaad wat je zei: die ANR moet niet op hem gaan zitten van laten we dit anders doen. Maar ik denk dat bij hem moet je alleen, je moet hem gewoon bewaken van do you. En hoe brengen we het alleen naar buiten, zeg maar. Snap oh je ja, dat de, stukje? houden hem gewoon puur. En alleen zorg dat hij consistent wordt, zeg maar. Zeg maar zit niet met hem in de studio. Nee, zit ga hem, dat niet. doen, Zit, man. Hem, zit, zit gewoon in zijn dropbox. Ja, zeg Hij zegt van: was... joh, bij 1 minuut 12 heb je dit gezet. Haal dat er gewoon uit. <laughs> Punt. Ja. Nee, ik denk dat. Maar in ieder geval, hij is wel na lange tijd weer iemand verfrissend. Die ik heb gehoord, want ik hoorde jullie al eerder erover, zeg maar, in onze break en zo hoorde ik jullie over hem. Ja, toen trok het me nog niet echt van, oké, okay, laat me kijken. Maar ja, ik ben nu gaan checken en hij heeft inderdaad dat wat. En ik ben, ik, ik ben eerlijk, ik ben er nog niet overtuigd van, is het heden door love it? Van ja, ga ik dit echt in mijn playlist zetten wel of niet? Je hebt er maar, een mening over. Ik heb er een mening over en het valt me op en ik vind het wel verfrissend. Ja. Snap je? Dat vind ik belangrijk. En ik heb dat bij meerdere artiesten, bijvoorbeeld een Lil Saint. En dan, weet hey je toch, ik, ik vergelijk geen artiesten, maar wel qua wat ze doen of ja, hebben gedaan. Snap je? Bij Lil Saint had ik het, bijvoorbeeld bij ADF Samsky had ik het ook, toen hij echt net kwam, van, het zijn gewoon nieuwe soorten, het is een nieuwe sound, een nieuwe, het is gewoon verfrissend. En hij heeft dat wel. Snap je? Dus of ik het nou hou, of ik ervan hou of niet, hij heeft het, man. Dus sowieso SO naar hem, ja, ja, man. man. Zeker. En dan zijn we aangekomen, jongens, bij de laatste topic van de avond. Spa. Jammer. Jammer. Het gaat snel, hè? Ja, maar ik het niet. les gewoon. Ik heb genoten, sowieso. Honden. Maar we zijn nog niet klaar, dus we gaan nog steeds genieten. Span free. Ah, we hebben nog één tape te bespreken. En dat is uh, Free Nonchalm, man. Free nonchalm. Ah, ja. heb jij al, al iets geopend vandaag nee ja nee zeker niet. Ja, ja, ik open die, die, net die is te makkelijk is te makkelijk Bilo. Bilo is te makkelijk Billo is te makkelijk billow je dus moet mak... gewoon twee keer achter elkaar ja, man jij moet dit openen man hallo nee, jongensyndroom maak geen stress <laughs> ja free nonchalant, man um, zeg maar die tape kwam wel net volgens mij drie weken geleden of zo mm. dus het was nog wel in mijn vacation in ieder geval de aankondigingen waren in mijn vacation dus het was voor mij eerst van ja, zou ik dit checken. Maar zeg maar, die marketing was zo dus, uh, dom. Roland was super dom. Ik kon er niet omheen, man. Van, er is echt een urgentie gecreëerd, je weet je toch? Ze dus hebben een beetje die, die Free Campy vibes mm -hmm. gecreëerd. Um, en het werkte, snap je? Het werkte. Je weet toch je chief was bij zijn shows met de shirt Free Nonsha. Dus overal zag je Free Nonsha, Free Nonsha. En toen, kwam, ah, toen ging aankondiging van die tape. Toen was het wel van, oké, okay, Nospa, ik moet dit gaan checken. Uh, mm -hmm. Let's go. En ja man, het geeft me zeg maar een hele goede mixtape-vibe, snap je? Hij komt zeg maar overal correct, um, maar ook niet per se super uitblinkend ofzo. Ik denk, wow, oh, deze tune! Per se, maar ja, hij komt wel gewoon super fris man. En ook de juiste FT's en ja, my god, jezus, dikke man. Ja man, dit is absurd. Hé, hey, die verse, ik zeg je eerlijk, als ik met hem in de studio zat en aan het zo viss, ah, ik zou wegrennen man. Ik zou zeggen, hey boy, timer. ik Ga een opnieuw en Ik komt nooit bakken. Geen En Ik ga je waarschijnlijk voor die tune Ja, hij heeft niet Ik doe geen FT's. Wat zegt hij? Die 10% is niet zo. 10% is te mannen. 10% is te Daar komt het op neer. Die vers is zo veel te. Hij was hongerig daar, hè? Ja. Hij dacht, van je toch, pa. I got you. Laat me heel deze story keren Dus naar dikker sowieso. En ja, gewoon goede tunes erop, man. Zeg maar. Uh, volgens mij is dat diezelfde shoe met dikke, dat vond ik wel jammer. Hij heeft volgens mij een bar daar met die. Ik uh, ben op mijn hals net, Nipsey. Ik denk dat hij dat soort bars niet nodig heeft. Ja. Is jammer, is, is lui. Um, dus dat heeft hij niet nodig. Maar voor de rest, over het algemeen was het wel gewoon een goede vibe. Mm. Dus ik kreeg vooral mixtape vibes, je weet toch? Ja, maar dat gewoon toch? lekker rappen, je doet je ding. Je weet toch, Ibiza staat er ook op. En dat was sowieso ook een van mijn shoes al. Dus uh, ja, ik heb over het algemeen wel gewoon genoten, man. Het was wel relaxed, was wel relaxed. Ja, wat, wat, ik, wat ik vooral had, zeg maar, is dat, je hebt dat ook gezegd, is dat er denk ik no skips op zitten. Maar zitten zit er ook niet focus op dat ik denk van deze moeten in mijn playlist of zo. Ja. Snap je? Dat heb ik wel heel erg met deze tape. Maar wat ik zei, ik heb wel genoten van elke tune weer op zich. En hij heeft zich ook heel erg aangepast naar zijn FT. Of zo. Bijvoorbeeld, die poko met dikke was heel erg in de dikke stijl. Ja. En die poko met Bandy, ik, ik wist niet dat Bandy erop stond. Maar Klinia. toen ik die, in, die intro hoorde, dacht ik, hé, hey, zo. Dit is Bandy. Oh. En toen, na een paar seconden, kwam Bandy. Zeg maar. Dus hij heeft zich heel goed daarop ingezet. En volgens mij heeft die, die poko Mijn Schuld, die heeft hij volgens mij wel als single gedropt. En dat vond ik wel. Dat was de enige skip eigenlijk dat ik dacht van. Ja. Dat was een soort, uh, soort experiment of zo. zo. Was een soort house maar ik begreep hem enigszins wel als ik goed nagedacht omdat hij natuurlijk die hit had in Duitsland mm. dat Th ik dacht van oké okay, timer theoretisch als, zou die theoretisch goed kunnen is dit vallen. misschien wel een duitse yeah. soort sound of zo snap yeah. dus ik begreep hij zou misschien wel, goed kunnen vallen maar hij is volgens mij niet zo goed gevallen dat dat, dat ik denk van oké okay, ja zeg maar het was oh, het, het, waard, het was het het waard of zo dan denk ik van je had betere tunes inderdaad als een dikke en hef wat soort van mijn twee favoriete mm. tunes zijn die had je dan beter als een single kunnen droppen en ja de marketing de marketing is denk ik het grootste gedeelte ja, wat je heeft zeker, getrokken naar deze uh, album, want hij heeft tussen zijn album en zijn laatste release zit echt wel een, een stukje uh, dat je denkt van so. je ding was wel even, je, je momentum was wel even weg, want hij had wel hmm. de volgens mij heeft hij de beste, de beste van 2023, ja, dus hij had wel een enorme momentum te pakken en dat was door zijn, denk ik door zijn gevangenisstraf wel weg, maar hoe ze dat hebben gedaan, shout-out naar Top Notch ook wel, hij zegt hmm. het ook in één van die tunes shout-out naar Top Notch, die mannen maken overuren ze hebben overuren gemaakt, mm -hmm. 100. Ja, nee, het is allemaal acht zeg, maar het begon al bij heel die campy vibes. Snap je van, we hebben het letterlijk meegemaakt de free campy vibes en in ieder geval die mixtapes. Ja, superlekker, lekker, of ik die heb meegemaakt. Was daar man, hoe? <laughs> is te makkelijk. Nee, is ja, te ja, makkelijk. gek ofzo. Ik ben Ik zei he? we. Ik zei we. <laughs> ja, nee, ja. Ik zei we. Maar, hij, hij brengt, maar nog no luister. Dus in ieder geval zegt van mm. ik, kreeg, ik kreeg die campy feis eisen brengen dat weer baka van de free campy free nonja dus ze zorgden wel bij mij in ieder geval voor die urgentie van oké okay, ik moet dit wel gaan beseffen mm. oké okay, ik ga dit wel checken ja op een gegeven moment die tape was daar maar wat voor mij wel op zeg maar de nummer één tune ja het is persoonlijk het maakt niet uit als jullie het niet hebben maar wat Quincy promes doet op die tune man hey Moskou man die hoek van hem die singie die soort campy vijzen, Wauw, nee, man. Hij hoeft niet meer dan die hoek te doen. Die tune is de enige tune die ik blind in mijn playlist zet, man. Dus dat oh. was voor mij, die sprong wel echt, zeg de, maar, de, erbovenuit. De, de ik hoop dat jullie groot hebben, want we hebben... Oh, we hebben er genoten. We're, we're back. We're back. Je ziet het, topspel. En we zijn gekomen om te blijven. Begin te abonneren, subscriben, like, doe like, alles. En hey, Spotify ook niet, want we zijn ook op je audio. En je, zijn je ziet het, dropbox takkies. Hey, we're out hier, man. Big love.